Hallo iedereen, ik heet jullie alweer van harte welkom vanuit de bar van Sweetie en Swidi-avocaten The Last Round in Antwerpen op een nagelnieuwe aflevering van de podcast The Sweetie Sessions. Wij zijn van nature gelukkige mensen, maar jullie hebben ons met z'n allen nog heel wat gelukkiger gemaakt. Want niet alleen stemden jullie massaal af op de eerste afleveringen die wij op jullie hebben afgevuurd. We stonden zelfs te kamperen op plaats 3 in de hitlijsten voor een nieuwe podcast, die dat fantastisch. Tevens hebben jullie, uh, jullie goed hart getoond en op die manier mijn vertrouwen in de mens een beetje hersteld. Want jullie hebben heel anoniem, heel erg vanuit de schaduw heel massaal gestort voor de goede doelen die onze vorige gasten hebben uitgekozen. Niet alleen uh, de uh, Fighters Against Cancer, dat werd uitgekozen door Gust Verwerft, maar ook het VUB Yamina Crossafonds um, is ondersteund en zij danken u daar heel erg fel voor. Vandaag heeft de nieuwe gast die dat zo net de last round is binnengewandeld ook een prachtig goed doel meegebracht. Met name de VC2 Stissa genaamd. Stisa staat voor de eerste letters van Stijn en Isabel de Bruiker, twee mensen met het hart op de, go op de goede plaats, die dat uh, kinderen die dat in ziekenhuizen verblijven um, hun verblijf daar een beetje minder uh, verschrikkelijk proberen maken. Dus ze proberen die kinderen nieuw speelgoed te geven om. Toch een glimlach op de gezichtjes van die uh, mooie kindjes te gaan toveren. Ik heb vorig jaar in september de eer gehad om kroongetuigen, ooggetuigen te zijn van wat die mensen allemaal bewegen. Ik ben samen met Antwerp-speler en ex-Rode Duivel Rajan Angolan op zoek gegaan in het Koning Paola ziekenhuis. Ik moet zeggen, die kinderen verdienen dat. Dus ik zou jullie ook willen oproepen om voor deze aflevering opnieuw jullie groot hart tonen. Als jullie houden van deze podcastaflevering, of ook als je het afschuwelijk vond, wijt het aan het matige talent van jullie host. Die jongen kan er ook niet aan doen, maar probeer toch een bijdrage te storten. Dat is uh, echt goud waard en dat maakt een wezenlijk verschil. De gast van vandaag zal trouwens uh, uit alle mensen die dat gestort hebben voor de aflevering van Alex Agnew zijn onschuldige hand een uh, naam laten trekken uit deze prachtige bokaal, de bokaal van de Gouden Harten. Um, om de prijs die dat we toen hebben beloofd, namelijk een duo ticket in zeer comfortabele stoelen voor de nieuwe show van Alex Agnew dit najaar, cadeau doen aan een uh, winnaar die dus een prachtige bijdrage heeft geleverd. Voor ik uh, daartoe overga, samen met onze gast, ga ik natuurlijk onze gast eerst voorstellen. En ik doe dat zoals uh, gebruikelijk met een tekstje. Hij is geboren in 2100 Deurne, supporter van de schoonste club ter wereld, de officieuze broer van Gabriel Byrne. Studeerde aan het rits om vervolgens het Vlaamse filmlandschap naar een ongezien niveau te tillen. De lat werd steeds hoger gelegd. Het begon nog bescheiden met kortfilms als Dr. Tritsmans en Yuppie's, om vervolgens alle registers open te trekken met Ad Fundum, Shades, De zaak Alzheimer, Loft, de Amerikaanse Loft The Loft en De Premier. Tussendoor werkte hij op de lachspieren van wereldtoppers met zijn filmrubriek in de laatste show. Inmiddels is hij ruim 18 jaar lang presentator van het meest succesvolle programma uit de Vlaamse televisiegeschiedenis. Deed hij ook nog eens mee aan de Masked Singer als Radijsje. En toert hij ook met zijn theatershow Verslaafd door Gans Vlaanderen. Ook nog te bekijken de komende uh, periode in menige zaal in Vlaanderen en daarbuiten. Hoog tijd om de bichtstoel van de last round te gaan vullen met onze droomgast. Welkom to the Sweetie Sessions. Welkom sir, Erik van Looij. Goedendag. Hoi oh, ja. Erik, ja. bijzonder blij je hier te mogen ontvangen. Ja, ik ben ook blij. Ja. Uh, ik weet niet of jij dat nog weet, enfin, ik weet wel zeker dat je het niet meer weet, maar de eerste keer dat wij twee elkaar in levende lijven hebben gezien. Uh, dat ga jij volgens mij nooit meer doen. Jawel, mee. dat was in die homo-sauna in Aartslaar. Uh, gotcha ik dacht dat je het vergeten <laughs> was, want je, je leek uh, voldoende biertjes te hebben gedronken. Ja, ik dacht, nee. die man die gaat dat. Oké, okay, goed. En weet uh, je nog wat. Eigenlijk was, was de, de avond in de homo-sauna een tweede keer. Hè? Weet ja. je nog, de allereerste keer? Uh, nee, ik weet het niet meer. De allereerste keer was in een ja. frituur in, uh, op de grens van Deuren en Borgerhout, frituur limos. Ja. Maar dat is ondertussen 30 jaar ah, geleden. Ja, ja, asia, dat is 30 ja. jaar geleden. Ja. Je niet verteld. Ik was toen ja. amper uh, een kleuter van uh, een jaar of zeven. Ja. En um, ik weet dat toen Ad Fundum juist uh, in de zalen was. En ik had al in de krant wel uh, wat opgestoken over die film. Ik was enorm geïntegreerd uh, door dat thema, door um, de, de, de nieuwe kaskraker in de Vlaamse zalen. Uh, en ik stond de avond nadat ik dat las in de krant, in de in het frituur in Limos. Uh, en ik zag je daar bestellen, echt potverdorie. Ik kan die mensen niet lastigvallen, maar ik was wel een beetje starstruck. Ja, gaat dat daar wat doen? Uh, ja. ja, nee. Ik weet ja. dat je een heel sympathieke bent, maar op den duur uh, word je heel bekend. En dan zei de er om toen. dan tussen de bestelling in frituur door, ja, de ja. En en frituur. Ja, en bovendien, de frituur, dan ben ik wel erg gefocust. Omdat dat voor mij wel een, uh, Is ja. dat zo? Wat, wat best, ja, ik doe wat, dat altijd. Wat bestel meestal in de frituur? Uh, meestal een curryworst. Een, uh, Speciaal dan... of gewoon? Gewoon. Oké. Okay. Gewoon. En als je dan in een andere stad bent, moet oppassen, want dan verstaan ze dan niet altijd ja, dan met de frikandel zeggen ze. Ah, In Vlaanderen ook, okay, ja? Ja, In vlak, vlak. Vlak. ja absoluut. Oh God, absoluut. Ja, dat is steden niet zo ver weg, grote steden, Allee. waar de kuivorst. Uh, ja. En dan uh, een garnaalkroket en een uh, kippensaté. saté. Oké. Okay. Ja. En ook frietjes, toch? Of niet? Ja, ja, frietjes ook. Ah, en tartaarsaus uh, als het kan zelf gemaakt, maar dat hoeft niet zo. zelf gemaakt. Maar ook, Bij deze hebben we ja, een primeur. Uh, ja, nee. uh, dat, is, dat is fijn om de aflevering ja, mee te beginnen. Dat was een goede frituur trouwens. Ja, dat was een topfrituur. Ja. Volgens mij ook uh, Nederlanders die dat uitbaten, maar Vlaamse jongens die dat er. Ah ja, dat on, uh, we ont ontvet stonden. Ja. Maar die idee is echt fantastisch. Ondertussen ja. al lang gesloten. Dat is nu gewoon een muur geworden, heb ik gezien. Uh, wel, ik haal dan nu mijn brood, omdat er nu een brood. Uh, ah, een broodautomaat. Uh, ja, 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 Geweldig vertrokken met geweldig nutteloze informatie. Ja, maar, maar uh, ja. het is eigenlijk ook een podcast ja. waarin alles kan. Bijzondere ja. waardevolle informatie. Ja. We gaan de oorlogssituatie. Ja, het is gewoon tristig, er, er zijn niet zoveel goede frituren niet meer. Veel te weinig. Ik moet zeggen, ik, ik woonde de voorbije jaren in Berchem. Daar was een topfrituur, frituur, frituur Lekluze. Ja. Uh, ik ben dan verhuisd naar Schilde recent. En daar ja. hadden eigenlijk, helaas uh, geen de, frituur. de frituuristen daar geen goede frituur. Ah, uh, geen goede frituur. Uh, of ik heb ze nog niet ontdekt. Dat kan nee, nee, okay. uh, Maar mijn weegschaal vindt dat niet erg. Nee, nee. nee, nee. Maar goed, we nee. zijn hier natuurlijk niet meer over uh, die prachtige nee. Belgische... Uh, Toch nog even zeggen dat ze vaak hun vet moeten veranderen. Ja, dat is belangrijk. Dat vind hè. ik het probleem. Ja. Het veranderen ze veranderen van het niet genoeg hun vet. Ja, ja. ja, voilà, ja. laten we dat even ja. meegeven aan ja. de frituuristen die aan het kijken zijn. Zeer belangrijk, hè ja. Um, in de buurt van de frituur had je ook veel videotheken trouwens, ik weet niet of je ja. dat nog weet, de Lookie Store, uh, langer geleden uh, videotheek Rex en videotheek Colosseum, deert als de baan, waar ik als kleine jongen, want ik ben daar opgegroeid, ja. bijna dagelijks uh, de vloer uh, ging verslijten, want, want ik, ik liep echt wel al die afdelingen plat om uh, te kijken welke film waar stond en alles te lezen, ik kon dat toen nog omdraaien. Word jij ook een videotheekganger of eerder toch bioscoop? Wel, ik zat in de in de cinema, in de videotheek of in de frituur. Dat was mijn eigen okay, eigenlijk. Ja. Ja. En soms op de Antwerpen antwerp, uh, gaan kijken. Nee, nee, ik ging heel vaak uh, videotheek. Hoewel ik wel, ja, ik ging heel vaak naar de cinema. Ja. Ik probeerde alles uh, zoveel mogelijk in de cinema te zien. Um, ja, en dat lukt er ook. Maar wat je dan terug wou zien, of uh, dat was wel Passante. Ja, ja. Bijna niet meer te geloven. Dat. Uh, dat dat bestaan heeft, dat je zo in een winkel ging, je ging daar films huren, je moest die dan terugbrengen. Ik moet, alles zei, bestaan, moet zeggen, maar. als ik uh, in mijn zetel lig, en dat gebeurt helaas veel te weinig, maar als ik ja. dan even op um, de, de streamingkanalen ja. of de streamingproviders aan het kijken ben wat het aanbod is, en dat is vaak groot, maar eigenlijk vind ik soms het soms ook wel klein. Want, um, het is onvolledig. Vind, het, onvolledig ja, het is ja. onvolledig. Ja. En dat vind ik soms wel jammer, ja. uh, er is een afhankelijkheid. Ja, yes. Ik heb gelukkig een heel DVD-collectie, een Blu-ray-collectie, die ik niet uh, ga wegsmijten. Ja. Ik heb dat ooit wel gedaan met mijn vhs Nee, uh, ja, ik ook. Wat heb jij daarmee oh. gedaan? Uh, ik, ik ben dat gewoon aanbieden om Jan en alle man. Niemand moest dat hebben. Nee, mij ook niet. En, voilà. en dan heb je dat gewoon uh, in in containerpark. Ik ook? Het is ik niet ik waar. De volledige container. Voilà. Uh, maar vijfduizend, vijfduizend, vijfduizend. vijfduizend. bij mij zal het, oh, denk een, een drie, vierduizend zal ja. zijn. Ja. Uh, maar ik vond dat wel, dat was wel met pijn in het hart. Ja, dat is ja, een collectie die je jarenlang ja. aanlegt. Uh, en dat is uren en uren aan uh, materiaal waar mm -hmm. mensen hun, hun hart en ziel hebben gestoken. Dat je ja. gewoon in de containers met. Ik vond dat een pijnlijke oefening. Dat is ook een pijnlijke dag voor mij. Ah, Soms dat we er niet samen stonden. Ja, is, dat dus ja, was dat wel een begrafenisfeertje geweest. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, goed, als het gedaan is, is het gedaan. Hè. Dan moet het... Uh... Nee, nee, dat klopt. Ja. Maar die, die streamingdiensten, dat is toch een, uh, vind ik, een deficit of een invaliditeit. Dat je afhankelijk bent van hun aanbod, enerzijds. Ja. Um, ja, en dan je, je... Je kunt wel, dan druk je, het zo van die, je drukt gewoon op internet. Stel, ik wil Dog Day Afternoon zien of ja. Taxi Driver, dan druk ik 10. Waar kunnen die streamen? En dan krijg je meestal wel het antwoord. Ja. Maar ook niet altijd, want nee. soms is het dan de streamingdienst uit Nederland of uit Amerika. Ja. Of, uh, en ik ja, vind het niet zo gemakkelijk om hem terug te vinden, altijd. Uh, nee, uh, ja. en, en, en je zeker? moet dan ook, stel dat je zegt van ja, het is op Amazon Prime. Ja, dan moeten we weer Amazon Prime hebben. Is dat is daar. Dat heb ik nu wel. Uh, maar stel dat dan op Apple TV's. Ja, dat heb je dan ook wel, maar dan kun je niet streamen in hun tv. Lastig. Dat is heel, ja, heel lastig. vind ik uh, ook. En dan ja. duur de uh, 300 abonnementen bij verschillende providers, zitten ja. die paswoorden niet meer of iets. Ja. Ja, die schrijf ik nu op. Uh, ah, voilà. Ja, En ja. dan leg ik die ergens weg en dan ben ik dat kwijt. Maar uh, nee, nee, probeer het wel op te schrijven. Maar Apple TV, dan moet toch even allee, die verantwoordelijke toch ah. ter orde geroepen worden, vind ik. ik. Vind dat echt een schande dat je dat niet kunt streamen? Nee, dat vind ik ook. Je moet toch zo'n speciaal bakje verkopen, Maar ik denk, ja jongens, niet. Niet blijven kopen. Nee, nee, dus, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat die mensen ook komen kijken naar deze podcast. Dus ik denk ik hoop dat wij hier nu het, echt wel het, het, een verspanning. De hè? is overleden, maar er zal wel een tweede Basen of zo. Die al ja, gerund wordt door iemand, hoop Ja, het is hè. het ons open. Ja, denk, ja dus goed gerund zelfs. Maar, uh, nee, maar dat vind ik een beetje. Uh, ja. Goed. Ja. En zeker, ik zeg het voor die films uh, die zo vergeten zijn, die, die ik vroeger wel goed vond. Je Funny Games US. Als jij nog kind, One ja. Hour Photo, Falling Down, dat soort films. Ja. Dat vind je toch heel moeilijk. Um, dat zou kunnen. Falling Down dat is nu grappig dat je erover begint, want ik er, uh, onlangs uh, wilde ik die inderdaad echt ook terugzien. Ah, voilà. ja? Ik heb hem hier in mijn collectie liggen. Als echt? Je wil. Ja, ik heb, ik heb echt. Ik denk dat ik hier een collectie heb van een vijfduizend DVD's, zeker. Ja. Uh, dus het meeste goeie zitten wel tussen. Denk wel die, ik, die ik. wil ik. Die ik wil ik eigenlijk mijn zoon zo'n. Ik zal hem meegeven. Ja. doe me hem. Ik, ik ben een zeer goede lener. Avla. Ah, voilà. dus, je krijgt dat terug. Uh, ja, ik meestal. Je mag het bellen en ik kom hem terugbrengen, maar nee, nee ik vergeet dat niet. Okay. Ik vergeet dat niet. Ik ben okay. Ik kom nu met mijn uh, zoon op thuis. En dan heb ik altijd een hoop filmklassiekers mee. Okay. En Dat is eigenlijk één die ik wil laten zien met het ook. Ja, een film is die je nu absoluut niet meer kunt maken. Nee, uh, nee. Dat uh, denk omdat ik ook. dat een zeer politiek incorrect uh, dat Het gaat ook over een politiek incorrect ja. personage. Dat is allemaal wel. Uh, maar maar ik weet daar, niet of je dat nu nog kunt maken. Is daar niet een belangrijke taak voor film weggelegd? Dat je dingen durft tonen, hoe de wereld er ook uitziet. ...maar die misschien niet bepaald politiek correct nee, ik weet Nee, ik weet het. Maar ja, het klimaat is er niet... Ik bedoel, er wordt zo snel gereageerd op alles. Uh, daarmee dat ik ook... Bedoel, ja, ik kijk geweldig uit naar de film Zillion. Ja, ik omdat, ook. Uh, Enorm. Ja, nee, ik kijk geweldig uit. Ik heb hem eigenlijk al drie keer gezien. In, ah, een, val, we in een werkversie. Ik vind dat een fantastische film. Ook, allee, niet alleen omdat dat uh, ja, een ongelooflijk verhaal is... ...maar ook omdat uh, Robin Pront... Ja, ...politiek incorrecte scènes durft te draaien... Ja. En die, ja, en dat gaat verrassen. Ja. Ik denk dat de mensen daar ook naar uitkijken. Ja, ja. Ik, vind, allah, ik, vind, ik sta achter de wookbeweging en ik vind dat er, dat er veel ten goede is veranderd nadien. Maar je moet af en toe toch nog eens... Nuance uh, is belangrijk, ja, denk nuance ik. Ja, en, en toch nog eens af en toe een keer kunnen ja, ja iets nieuw... doen dat niet mag dan bij wijze van spreken. In wat voor maatschappij vergelijden we anders? De maatschappij is volgens mij ook samengesteld met mensen die dat alle mogelijke richtingen uitgaan. En ik denk dat hij in film ook wel mag getoond worden. Dat is mijn ja, mening. Nee, dat is mijn mening. Ja. nee inderdaad, ja. want in de stoel waar je nu zit, uh, ik denk dat je Robin Prons, zijn broek nog een beetje kunt zien, dat je rechts heeft Die heeft hij al vaak gezeten. Die heeft ja. al heel vaak gezeten. En soms tot uh, twee, drie uur s'nachts. Ik zie je hier een baard, dus dan denk ik van, ja, ja dat zal wel tot twee, drie uur s'nachts zijn. Dan uh, Robin Prons. Zeker, De uh, vroegste. Fantastisch regisseur. Um, ja. En uh, ja, een hele grappige kerel. Hè. Hele grappige, juist. Ha, uh, ja. Hart op de tong ook wel. Ja. Uh, en hij heeft mij ook al heel veel verteld over Zillian, dus ik kan ook één ja. wachten. Ja, het is uh, echt heel goed. Het was volgens Steen. mij een film, met Veel Snelheid en Sensatie. Ja, maar ook, uh, ja, ook een, mooi, uh, ja, een mooi verhaal. Uh, mooi moeder-zoon-verhaal eigenlijk. Uh, okay. nee, geweldig gespeeld, geweldig gefilmd. Uh, gedraaid door Robert Heivaard. Ja, talent. En ook de films van uh, Adil en Bilal. Uh, Klopt. Van licht en fotografie, allah, van fotografie en beelden voorziet. Uh, in Hollywood ook toch? Ja, ja, ja klopt. Ja, ook Bad Boys 3. Ja, voilà. En wellicht, oh, ik denk dat hij nu alles in Hollywood kan doen wat hij wil. En toch is hij heel bescheiden blijven en zegt hij ook weer... Uh, maar dat is vrij een beetje typisch onder mensen die nu... Uh, ah, er zijn er wel een aantal... Regisseurs hm? en, en directeurs van foto's die in Amerika werken. Die komen toch af en toe terug om ook hier nog te blijven werken. Okay, dat is wat ik wel mooi vind. Ja. Uh. Want er was volgens ja. mij bij ik ook een, een man met een Griekse naam, camera man? Uh, Karagatsanis. Dat voilà, klopt. Ja. Ook naar Hollywood gegaan, dacht ik. Met de Drop, ja, absoluut. Met de drop als ik me niet vergis. Uh, Wel, The Loft was zijn eerste. Ah, de The voilà. Loft. Heeft hij als eerste, ah, ja, voilà. Dat was zijn eerste Amerikaanse film. En dan is hij bij dezelfde firma direct een andere film uh, gaan maken. Triple Nine of zoiets. Okay. En dan The Drop, ja, dat was ook een geweldige. En nu doet hem ja, Cruella. Cruella heeft hij gedaan. Uh, de grote ah, film. voilà, ja. zie die zaal. Nee, nee, dat zijn allemaal. Maar dit, dat zijn allemaal mensen die inderdaad ook hier werken. En, uh, ja, dat is wel fijn. Is dat uh, wat vaak wa ook een familiale reden heeft natuurlijk. Ja, dat snap ik. Dat snap maar, uh, maar dat is wel leuk dus dat ze we het weer kunnen blijven doen. Adil ah, en Bilal ook hè, trouwens. Ja, dat is ja. duidelijk. Ik ja. uh, denk dat we die in uh, Vlaanderen wel even kwijt zijn. Ook al blijven ze nog soms wel terugkomen natuurlijk. Hè? Oh, ja, we zijn ze kwijt, maar ze, ze draaien wel Ribbel. En, 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 en Grond nog, nog. Ja, Grond en nog een project. Uh, en ik hoorde, ook, ik hoorde dat gisteren zeggen, dat vond ik wel grappig. Dat ze dat in Amerika niet altijd vertelden. In Amerika vertellen ze dan, we gaan twee maanden congé pakken. Allee. In België maar in de twee maanden ik heb gezien draaien ze gewoon een film. Oké. Okay, straf. Ja, dat bekomen zeggen. Ze, uh, waarom zouden ze dat niet vertellen? Bizar. Of. Ja, waarom zouden ze dat niet vertellen? Omdat uh, ja, Hollywood verstaat dat niet denk ik. Nee. Het zullen wel wel verstaan, omdat dat ze weten hoe zij functioneren. Maar in principe, uh, ja, verstaan ze dat niet. Ze verstaat, dus als je denkt van, je kunt hier in Hollywood alles draaien wat je wilt, je moet hier zijn, je moet er niet terug in België, een land dat ze niet eens kennen, uh, daar nog films gaan draaien. Nee. Dus in Hollywood. Ze begrijpen dat natuurlijk en ze zullen dat gezien de status van Adil en Bilal um, ja, zeker toelaten en er mm. niet tegen zijn. Maar toch, helemaal verstaan zullen ze dat niet doen. Dus ik snap wel waarom dat ze dat in bepaalde omstandigheden zou kunnen zeggen: we pakken twee maanden congé. Mm -hmm. Terwijl ze hier eigenlijk een film draait hebben. Hoe dan, ze het doen, weet ik niet. Hè. Maar dat die nee. allemaal draaien. Ja, dat is en je kunt natuurlijk en, je kunt draaien zoveel je wilt. Maar ja. dan moet je er toch vanuit komen dat er af en toe bullshit ontstaat. Ja. Ja, dat is niet. Nee, dat is ze wel. draaien heel veel en alles ze draaien is eigenlijk. Uh, ja goed tot zeer goed ik vind dat is dat talent plus hard werken en ze zijn met twee ja, dat is waar is een ja. voordeel ja dat is ja. een voordeel dat is waar als ik ooit nog terugkom maar niet ga gebeuren in Hollywood dan ga ik ook met tweeën. met Robin uh, met Robin of met oh, Bilal, als een Adil of oh. Adil als een Billal <laughs> Bilal beus. dat kan me niet, uh, Keuze genoeg nee ja, het is daar gewoon uh, nee ik denk wel dat dat, dat dat helpt maar heel veel talent zeer veel talent ook om zichzelf te verkopen wat wat, belangrijk, wat heel belangrijk is uh, in het leven in de Belgische film maar nog veel meer in Hollywood, natuurlijk. Uh, ja. Zij, zijn, zij komen een kamer binnen, vullen die kamer met ja, enthousiasme vlacht. en passie. En, <kugt> en ja, het zijn gewoon heel ergers. Dat is echt heel, heel straf. Misschien een pikante vraag, maar is Erik van Looy op dat vlak misschien te bescheiden? Is een verkeerd woord, maar uh, ja. te weinig met commercieel denken ja, bezig? Misschien of dat, ja, misschien zelf Ik deed nog eens mijn best, want ik kan dat ook wel, denk ik, op een bepaald niveau, maar toch iets te weinig. Uh, en ja, ik was ook iets te moeilijk over de projecten die ze dan aanboden. Ik dacht echt van, ja, maar ja, dat moet beter zijn. Ja, ik wilde er eigenlijk onmiddellijk de sprong maken naar Tom Hanks en Leonardo DiCaprio en Brad Pitt. En je moet daar eigenlijk... Zonder tussen stappen. Je moet er tussen stappen. Enfin, Adil en Bilal, ik dat niet nodig gehad. Will Smith is een grote ster. Dat is waar. Dus je kunt ook... Uh, maar ik had, uh, ja, ik had geen zin in die opbouw. En ik dacht ook, mijn loft, dat echt... Uh, de loft. Ja? Dat gaat echt uh, de sprong zijn naar die ja. grote... Uh, alleen naar de groten der aarde. Uh, had je uh, kunt. Had je kunnen. Had je kunnen, ja. Alleen uh, het is niet gebeurd. Nee, is waar. Nee. Um, ja. Want als je hem vertelt dat de cameraman uh, van The Loft. dat was zijn eerste project in Hollywood dan. Ja. Ja. Uh, was dat moeilijk om die uh, te kunnen meenemen? Dat is Matthias Schoenen, dat is ook zijn eerste project voilà. in Hollywood. Ja, klopt. Uh, nee, dat was niet moeilijk. Nee, nee, nee. Dat was wel op uw voorspraak. Uh, ja, maar daar gingen ze vanuit. Ik bedoel, Adil en Bilal. altijd Robrecht Heijvaart ook meegebracht. Hè. Ja. Ze gaan ervan dat als een regisseur. wat een creatief team. Uh, of een creatief gegeven is. ja. Als die dan goed functioneert in een, in een creatieve entiteit, dan, dan met de directeur de foto of de, ja, of de decorateur ofzo, dan, dan mogen die meestal meebrengen. Ja. Dat was vroeger al zo en dat is nu nog zo. Uh, je moet natuurlijk niet 100 man meebrengen. Nee, nee, Dat ik. is te veel. Je voelt dat duidelijk, dat, dat zo, ze willen dan vier, vijf mensen en dan moeten de, de rest moet vandaar halen. Want ja. het is natuurlijk moeilijk misschien om er het spaken over te doen, dat je uh, die kaas gerealiseerd hebt. Maar ik dacht toen ik de Amerikaanse versie van de Loft zag, dat hij Koen de Bouw er ook wel in had uh, kunnen figureren. Ja, ik weet het, maar... Uh, ja. Een voorbeeld, hè? Ja, absoluut. Koen de Bouw ja, heeft uiteraard talent. Uh, maar ja, je hebt bekende namen nodig. Uh, het waren geen heel bekende namen. Dat ging niet. Omdat uh, ja, een heel bekende naam kost veel geld. Mm. En hier had je vijf, je had vijf personages. Je kunt, niet, je kunt ook niet één ster, één mm. grote ster, en dan vier, vier semi-onbekende dingen we dat ging niet dus je moest dat echt evenwichtig verdelen en um, ja we waar geen C-acteurs waar geen C-acteurs C-acteurs niet maar het waren ook geen A-acteurs nee, James Marsden zit nu wel in Sonic the Hedgehog ja uh, en, en in Westworld en en, uh, en onze vriend van Prison Break was toen wel superheldster uh, Wentworth hot. Miller ja Weet je wat de peg is dat we hebben met Carl Urban die nu ja. in, in de The Bos of in ja, de serie ja. nee. um, die niet? toen wij gingen draaien had hij net een film gedraaid uh, Judge Dredd en ze ah, ja. zeiden van ja, je moet die pakken. Maar Judge Dredd gewoon ongelooflijk knallen. Ai, dat was het scenario shit. van Alex Garland. En tegen het moment dat de loft aan uitkomt, is Carl Urban een heel grote ster. En dus toekomstgericht kiezen die dan. Als ja. zijnde de nummer één, op de aftiteling ook. Alleen Judge Dredd flopte. Dus dat was geen ster. Um, en, en ja, dat was tegenslag. We hebben nog wat tegenslag gehad. Ja, want die uh, zijn in de zeker Amerikaanse films, dat is een puzzel, volgens mij, die je langs alle kanten moet kloppen om het te doen, werken. Ja. En als er één puzzelstukje uit ontsnapt, dan is het misschien een moeilijk verhaal. En ik denk dat, want ik heb in aanloop naar deze podcast, uh, ik doe mijn werk en mijn research, mm. heb ik nog eens alle films die ik heb gemaakt herbekeken. Uh, niet de kortfilms, ja. die vond ik ook moeilijk terug. Maar ik had tijdens de show natuurlijk al wat stukjes gezien. Uh, maar ik vond persoonlijk de Amerikaanse uh, lofts echt niet zo slecht. Echt niet zo slecht. Nee, heb nee, ik ook niet. Want, want daar ja. wordt dan zo links of rechts wat beweerd. Of, of, of men hoort ervan uit, omdat hem uh, geen gigantische hit was. <kwijnt> nee. maar ik denk persoonlijk dat het vanuit Vlaanderen wel moeilijk is om um, te stoppen met de vergelijking te maken. Dat ja, een... als je de Vlaams gezien hebt, dan vinden die het beter dan, de, normaal, dan de Amerikaanse. Dat is echt heel normaal. Maar als je ze naast elkaar legt, denk ik dat die zeker even goed zijn. Alleen, um, ja, um, alleen blijkt het minder goed te werken. Ja. Terwijl in, ander, in andere landen wel. Ja. He, door, uh, door, Want, door, uh, van op afstand, maar jij bent er uh, veel beter in om dat in te schatten. Zou ik denken dat, dat de vertraging zeker niet geholpen heeft? Ik zal het zacht uitdrukken. Nee, nee dat, ja, dat was het probleem. Dat, is, dat, is het probleem, ja, he? ja, dat was het probleem. Um, ja. In dat ja. traject wanneer had jij door van uh, dit wordt moeilijk? Ja, dat moeilijk was, dat was, uh, dat was eigenlijk vrij snel duidelijk. Uh, eigenlijk zat het er in het begin goed uit. We hadden vrij snel een, een, een distributeur en een release datum. Maar dan zei Joel Silver, de uh, producer ja. van Die Hard en ja, Sherlock Holmes. De Matrix. En De Matrix uh, die zei, ja, ik heb die, die wou de film. Die wou de film zelf uh, nog wel ja Executive producer en hem uitbrengen. Okay. En wij dachten natuurlijk, ja, dan gaan we hem terugkopen van die F-firma, want Joel Silver is een hele grote naam, dus we gaan hem bij Joel Silver uh, uitbrengen. Met Woestijnvies aan hem terugkopen? Uh, nee, niet bij Woestijnvies, ah, maar nee. bij, bij die, die distributeur waar okay. we al een verbinding mee hadden. Een, een, een verbinding mee hadden. Um, en dat hebben we gedaan, maar we dachten van, ja, wij zijn een Joel Silver productie. Nu betekent die iemand zo'n naam weinig, maar toen nog wel. Um, alleen wat we niet door hadden, uh, want Joel Silver had een afzetdeal bij Warner Brothers. Hm? Dus we wisten dat ja, het werd een film van Warner Bros. Dus het zag er eigenlijk heel ja. goed uit. Het was ook goed getest, die film. Um, alleen wat we niet door hadden. het duurde dan heel lang voor Warner die een release datum gaf. En ja we hadden niet door dat uh, Warner eigenlijk he, Joe Silver zo beu was als kapper. Oei, miserie. Ja. ja Die hadden eigenlijk, Ambrose, dat was een nieuw management en Joe Silver is geen gemakkelijke man. Ze dus wilden die eigenlijk kwijt. Ja, als je iemand e kwijt wilt in Hollywood, dan betekent dat ook meestal dat je al zijn projecten ook kwijt wilt. Serie? En wij zaten erin. Dus Iets van ja. En dus er zijn ja, dus we nu een jaar mee verloren, denk ik. Een jaar dat uh, duidelijk werd dat hem, dat hem letterlijk stond. Moesten we dan lezen: van... Ja, het stopt bij Warner voor uh, Joe Silver. En dan zei hij: ja, wat gaan we nu doen? We zijn een jaar kwijt, wat al niet goed is. Uh, dat is al bij een bakker, dat is al een brood van een dag oud. Ja, dan zeggen ze: ja, dat brood heen. is hier nog van gisteren. En dan denk ik: mm, zou ik nog wat stakker Misschien wel. Ja. Maar dan zei hem, ja, Joe Silver zei: dus geen probleem, ik ga nu naar Universal. En we gaan het gewoon daaruit brengen. Universal klonk natuurlijk ook goed. Oké, okay, wij mee verhuisd, maar tegen dat het dan papiermatig allemaal in orde is, is dat weer zes maanden, acht maanden verder. Um, en toen we dan weer zes, zeven maanden verder waren, bleek dat de merk bij Universal ook vrij snel een bras had met iedereen en dat hem daar ook weg wou. Dan waren we twee jaar kwijt. En Slaar. dan hebben we nog een distributeur gevonden die het wilde uitbrengen. Alleen, ja, dan, dan, ja, dan was het brood niet goed niet meer. Ik nee, bedoel, het brood was, was op zich nog goed, maar... maar ja, als je in een bakker gaat, je koopt geen brood van drie dagen oud. De mensen en vooral, denken dat er schimmel op ligt. Ja, 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 en weet je, de mensen, vooral de critici, hè? Ja. die weten dat. De Stel. mensen die daar niet weten dat die film drie jaar geleden gedraaid is, die niet. Maar de critici die weten dat. En ja, ik ben vroeger zelf ook uh, recensent geweest. Als ik een, ja. een film ging zien waar ik van wist dat is drie jaar geleden gedraaid dan dan gooide ik echt al mee aan vooringenomenheid van dat zal op niks trekt. Ja. En dat is inderdaad ook wat gebeurd. zonder ja. vervelend, ja. Ja, ja, onlangs uh, zat Lise Verijn hier op de stoel, maar ook los van de podcast. En ze vertelde dat ze ooit een scène had gedraaid met uh, uh, de hoofdrolspeler van de pianist. Zeg het eens. Uh, de, allee ik kom ik toch niet mee. Als um, ik kan, wie nou voor, uh, uh, Adrian Brody. Ja. Uh, ze heeft ooit een scène met gespeeld in de film The Emperor of zoiets. Ja, en dat is wel. ook zo'n ver... Ah ja, dat is nog ja. erger. want dat is ja, al Dat, dat nee. ligt al ja, acht jaar niet of niet, zo. Nee, nee, nog niet. Nee. En er zou misschien nog een, ja. iets aan hoop zijn, maar dat is onduidelijk. Ja. Um, zat jij al die tijd in L.A. dan, of vanuit België te wachten op uh, uh, nieuws? Ja, ik zat vaak in L.A., ja. Ik zat vaak, uh, dan, ik zat vaak wat doe je er dan? Uh, Is dat lobbyen? Ja, je moet, ja eigenlijk wel. Uh, ik zat ook heel vaak aan het zwemmen hoor. Ja, serieus? Oké. Okay, ja, okay. Okay. omdat je moet zitten wachten. En zo, geen een afspraak, s morgens en geen avonds. En, en, ja, het was niet... Uh, uh, ja, er liepen ook nog geen volgende projecten. Een beetje afhankelijk, en dat, uh, ja, dat duurde uh, lang. Ja, met veel filmsterren gaan eten, dat wel. Je zit er dan, ik zat ook bij het CIA, ik denk het agency waar Adullam ah, ja, we nu ook bij zit. Um, en die brengen u dan in contact met, met de sterren. Dus ik ben echt wel met redelijk wat sterren gaan eten. Wat grappig was, omdat ik ze vroeger altijd op een ludieke manier had geïnterviewd voor de laatste show. Ja, en zijn er uh, dus sterren ik, terug tegengekomen? Dan? Ja, ik ben zeker sterren terug tegengekomen. Maar dat kende mij gelukkig niet meer. Zoals? Ja, ja Piers Brosnant ben ik mee gaan eten. En die had ik dan ooit uh, een keer semi beledigd, voor te lachen. Uh, je gezegd ja ik had gezegd van uh, nee ik had gevraagd dan gebeurt het soms want uh, dat was dan James Bond hè gebeurt ja. soms dat je zo van die liefdescenen speelt dat je, uh, dat je dat je uh, like, ik durf dat niet goed uitspreken, dan zei je you get a Woody uh, een erectie ja uh, een elixie, eigenlijk, ja, ja, het dan... ja het is dat het is en stijven dan zei ja, ja zo, ik moet eerlijk zijn soms gebeurt dat. Uh, en dan had ik gezegd van, and even now, because you're 49 years old. Oeh. Ja, ja. En dan was ze te lachen natuurlijk. Uh, ja, Vonden ze dat gerecht. zelf een grappig? Ja, ja, van dat deel heel grappig, want hij stond recht en hij heeft mij zo motten gegeven. Maar we ah, te spelen. Over. Ja, we ja, te spelen. Maar dan ging hij altijd met gaan eten en je denkt dan, van, ja, dat was nu toch een ding waar je misschien wel zou kunnen denken, ja, goed, dat hij zich dan nog herinnert. Is dat? Nee, dat was niet. Allee. Nee. Al ja, die mensen zitten vier dagen in zo'n hotelkamer. Die die 80, ander. 90 interviewers, er zitten nog wel wat van die. People's bij, zoals ik, die dan zo raar en interessant ah, ja? willen doen. Okay. Ja, in het begin niet, maar nadien wel, dat sloeg aan. Hè. Dat geloof ik. Ja, dat geloof dat ik. Sloeg aan. Maar, nee, ik heb veel films gezien en, en um, ja. En door lang genoeg eenzaam geweest om te zeggen van ja, kom terug. Hè, naar die, uh, maar je bent aan het wachten op uh, witte Rook voor uh, de Loft. Je gaat met die sterren eten. Ja. Wat is dan een ingang om met die sterren aan tafel te dus zitten? Nieuwe projecten, toch zou je denken? Of ja, niet? nieuwe. Ja, general meetings die ja. gewoon gaan over ja, leer deze regisseur kennen. Uh, ja. Of leer deze acteur kennen. Dat je van Dylan McDermott tot Kiefer Sutherland tot. Uh, tot Piers Brosnan, tot uh, Kevin Costner trouwens. Kevin Costner thuis geweest. mij? Ja, ja, absoluut. Bij ben, ben, ben veel mensen. Tof hebben, uh, Ja, Toby McGuire thuis geweest. Kevin Costner okay. ja, tof. Ja, hij hoorde niet goed. Ja. Hij hoorde niet goed? Nee. nee. Oké. Okay. Dat is lastig. Omdat ik ook niet goed hoor. Dat is een beetje Oei. een moeilijke spreek. Ja, dan... <laughs> ja. Dus je weet totaal ja. niet meer wat er gezegd is geweest? Dat uh, is nee, ik weet, het. ik weet dat hem wel elke keer zei... Eric, watch the dolphins. Watch the dolphins. Ik zeg, wat zegt hij nu? Maar door zijn... Dat was een villa in Santa Barbara. Uh. En uh, ik zat met mijn rug naar de zee, ik had de zee in de, de achtergrond. En uh, uh, Blackboard sprongen er en toe dolfijnen naar boven. <laughs> en dan zei iemand: wat the dolphins. Maar ja, dan keek ik, ik achterop, maar dan waren die natuurlijk al lang terug onder water. Mijlte, ja. Dus ik dacht dat het met mijn kloten een spel was. Okay. Maar, maar dat was niet, want uiteindelijk ik dan toch geen een dolfijn gezien. Dus niet dat een psychedelica aan het ontdekken was? Nee, nee, denk het niet. Dat, die waren al op. <laughs> Oké, okay, voilà. Ja. Wat, wat voor een man is Erik van Looy als je in LA zit en je moet omgaan met een situatie, toch laat ons eerlijk zijn, behoorlijk onprettig is. Je zit aan het wachten op een project. Uh, ja. Of op witte ook in een project waar je toch wel hart en ziel steekt. Er ja. is het iemand die dan positief blijft in uh, het ja, glas allemaal ja, vol zet. Ja. ja, absoluut. Um, ja, omdat ook, allee, dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, dat zullen Adil en Bilal ook wel beamen. Toch, je moet ja, af en toe jezelf scratchen om te beseffen dat je dat... Dat is een droom, hè. Dat is een kinderdroom nee. van daar te zijn en van met die soort sterren te werken uh, of te kunnen werken. En als het dan daadwerkelijk gebeurt, of je hebt er afspraken mee, dan heb je toch het gevoel van ik zit in een droom. En dan, dan houdt u dat wel houdt het enthousiasme Snap wel ik. wakker. Ja. Anderzijds begin je geleidelijk ook te beseffen van ja, ik moet oppassen, want um, nou, ik zie, een keer bij Kurt Russell moeten gaan eten voor, voor, uh, voor het project Reaper. Vind ik wel een goede acteur. Ja, is een goede acteur. Die is dat, uh, dat verhaal zit in de zaalshow. De verhaal, in de zaalshow zit zo'n verhaal over, over. Ja, maar ik ben komen kijken. Ik, weet het, ja, over... ik wil nog niet te veel verklappen. Nee, dit, ja. nee, er is iets met soep. Hè. Ja, ik weet soep het. speelde een belangrijke ja, ja, weet rol in het niet doorgaan van dat ja. project. Ja. Maar er was ook nog een andere reden die ik daar in de zaal show niet vertel. En dat zijn wel de dingen waar ik dan ja, gedacht heb: van... Goh, moet, ik dat, moet ik dat hier allemaal wel doen? Ze hadden gezegd van Kurt Russell, heel goede acteur, maar hij is uh, meestal bezet en probeert het over te nemen van de regisseur. Wat heel veel sterren. Ja, kwartjes tegen. Ja, ja, heel veel sterren. De, de, ja, die hij al eens meegemaakt hè? Uh, Shades? Ja, dat ook. ja Die nam het niet over, die deed gewoon niet meer mee. Oké. Okay. <laughs> ja. nee, maar inderdaad, ja, vanaf het dat moment dat die, dat die een bepaalde sterrenstatus hebben, ja ervan vanuit dat van de film wordt op mijn naam gefinancierd, dus ik ben de baas. Mm -hmm. En die verkeersagent hier nee staat de regisseur, die moet ze een plan trekken. Maar bij Kurt Russell had ze dat dus ook gezegd van dan neem het over. En dat was eigenlijk de eerste twee dagen was dat leuk. En in de derde dag begon hij echt raar te doen. Okay. Ik zat daar met de scenarist Gary Whitta, die had toch een aantal goede films geschreven hè. En um, ja, hij begon zo dat scenario in vraag te stellen, wat een wat gunstig gezien een filmproces dat mm -hmm. moeten doen. Maar op een totaal foute manier. Hij nee. begon zo al die dialogen Oh, bad dialogue, bad dialogue. En begon het hij, hij hij te spelen, slecht. Maar ja, je kunt, okay. zelfs al is die een dialoog van Aaron Sorkin, je kunt als acteur, Sabotage. elke dialoog of Shakespeare, je kunt alles slecht spelen. Tuurlijk. Ja. Sabotage. En dat thema. Hij begon te spelen, oh, ik can't, can, can. dus dan zei dan die zin, en zei ik I can't play this, I can't play this. Nou, en dan werd zo wat meer, ja, je werd maar zenuwachtig en zenuwachtig en betanter en betanter. En ineens met hem dat scenario zo 20 meter weg door zijn huis. En het was duidelijk dat hij dat scenario. Ging oprapen. Dus die scenarist naast mij, wat echt, echt een goede scenarist was, um, ja, die ging dat scenario dan oprapen. en kwam terug. En ik weet nog dat ik toen beslist: van ik kom terug naar België. Ja, dat snap ik. Want dat was even de keuze, ik moest dan veel Loft maken, de originele, of in Amerika. Maal Zero toen? Nee, niet Maal nee, Zero, okay. de Film de Reaper is ja, uiteindelijk nee. ook nooit gekomen. Maar ik weet dat ik uh, toen nog buiten om de villa van, van, uh, uh, ja, van Kurt Russell gebeld heb met Wouter van den Auto. Een baas van Moslijn is om te zeggen: van Oké, okay, ik kom lof doen. Okay. Uh, ja, want dit, dit zie ik niet zitten. Geen respect. Geen huh? respect eigenlijk. Ja, geen respect. Of gebeten, dat je want, oh ja, we nog vriendelijk afscheid genomen, ja, nog een hamburger getrakteerd en zo. Heb je hem gesmaakt? Ja, absoluut. Ja. Okay. Elke gratis hamburger smaakt. Ik, ja. maar, uh, maar zo, ja, dat, dat idee van, van, ja, van niks te zeggen, het hebben nee, op zo'n yes. setter, ken ik niet. Uh, Osbode. Ja. ja. Omdat ik ook geen, ve ben geen vechter ben. geen... Uh, ik heb hier mijn autoriteit op mijn manier. Iedereen mm. kent mij en weet hoe ik ben. En weet dat je mijn een verlegen regisseur ook, mm. ook perfect naar kunt luisteren. Oh. Maar kinderen moeten wel echt meer. Tarantino of Hitchcock-gewijs. Ja. Ja, Hitchcock sloot ooit zijn actrices op in een kamer om ze meer tot. Uh, ja, dacht tot ik. Ja. Ja, ik denk niet dat hem er nu nog mee zou wegkomen. Nee, uh, dat, dat, ja, denk nee dat denk ik ook maar niet. Maar denk je dat ja. die Tarantino's en Hitchcock uh, van deze wereld er zijn gekomen omdat die acteurs zo zijn? Of zijn die acteurs zo geworden omdat die regisseurs wel allemaal assertief zijn? Uh, dat is een zeer goede vraag. Uh, ja, dat is een zeer goede vraag. Ja. We... Nu, sowieso is het, met Tarantino is het anders, omdat Tarantino is de ster hm? van de film uh, ja, um, ja. Dus ja, ja. met Tarantino ja. moeten je niet. Sorry, fucken, Nee, daar moeten we dat niet doen, want dan, dan is het afgelopen. Bovendien is dat ook iemand die, die echt wel zeer assertief uit de hoek kan komen. Ja. Maar wat je wel hebt, er zijn er weinigen. Ik denk, ze gaan niet sollen met Scorsese, ze gaan niet sollen met, met Spielberg. Spielberg. Ik denk nog niet Solom en Christopher Nolan. Nee. Niet met Tarantino. Maar er zijn er weinig. Want allee, ik, ik ken verhalen van Ridley Scott, wat toch een hele grote regisseur is van ja. Alien, Blade Runner. dus um, ja, vooral van op de set van Robin Hood, mm. dat dan um, gespeeld wordt door uh, Russell Crowe. Mm. En er stonden 3.000, 4.000 vignanten klaar in Schotland. Het was toevallig in Schotland heel warm weer. Dus die vignanten stonden in de gevechtskledij helemaal opgemaakt. Dat is een gigantische ja, productie. Dat is niet gemakkelijk. Stond alles klaar. Uh, en ze gaan hem halen voor, voor het shot te nemen. En dan zegt ja, een nu heb ik wachten, want er is een ijshockey-match bezig. Uh, op tv hier, die dat ik zal niet wil volgen. Nee. Maar ik wil zeggen, dat is tegen Ridley Scott. Ja. Dus ik ga gewoon tegen, dus zelfs Ridley Scott heeft eigenlijk niet, en hij heeft hem zelf ooit gezegd in een gesprek, hij uh, ja, is niet altijd een baas. Uh, of Antoine Fuqua is de regisseur van... Uh, ja, van Training Day en nog van een paar goede films. Uh, die maakte dan Tears of the Sun met Bruce Willis. Uh, Bruce Willis. Er uh, is diverse dagen gebeurd op je set dat hij zei, jij moet nu niet komen, kom zelf regisseren. In Manor huis. Alleen, alleen. Je Antoine Foucault, dat is geen... Uh, ja, toch niet? Nee. Maar Bruce Willis is dan ook... Ja, een moeilijke mens. Uber-eikel. Ja. Uh, ja. Ja. Het is moeilijk om dat nu te zeggen, omdat hij is ziek hij heeft, heeft dus Ja, maar, maar mag... los daarvan. Ja, ik weet het, ja. Maar de meer dat je dat moeilijk nu kunt zeggen, van ja, het is een eikel... Uh, Bruce Willis is dus tof. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar nee, dat is niet waar. Dat is echt vermetterwerkend. Nee, nee, maar jij zit er kreeg. natuurlijk middenin en jij hebt alles onder lijf en ondervonden. Ik zie dat vanop afstand als uh, filmfreak, ik zal het zo ja. maar drukken. Maar wat ik niet goed begrijp, mijn beeld van LA bijvoorbeeld, is dat acteurs en actrices moeten vechten voor de rol. Want je hebt toch veel meer uh, aanbod dan vraag ja. wat acteurs en actrices ja. betreft. En dan zou ik, ik denken, als die dan de kans krijgen om zich uh, ja. te bewijzen in de film, ja. dat ze het dat ze normaal doen, dat ze geen verdiensten steken. Ja, dat doen ze ook wel, want ze doen vaak ook heel veel moeite om een rol te krijgen. Uh, maar als ze hem dan hebben, dan beginnen ze zich toch te gedragen zoals ze zich, gedra zoals ze zich gedragen. Okay. Uh, ja, het is gewoon een heel ding en bij ons is dat minder. Bij ons is het uiteraard heel belangrijk dat je Koen de Bouw in de hoofdrol hebt of uh, Matthias Schoenaerts, of, uh, of Jan de Claire. Maar Ginder... Ja, ginder worden die films wereldwijd echt op die namen verkocht. Ja. Bedoel, als Liam Neeson zegt van, ik doe deze film, dan weten van, ja, die film zit overal ter wereld, zit Snap ik. In, als Brad Pitt of Tom Cruise dat zeggen, ja, die weten, als wij niet meedoen, dan is de kans groot dat die film niet gemaakt nee. wordt. Uh, en, um, ja, en dat creëert een machtssituatie ja. Die, die, ja, die historisch gegroeid is natuurlijk. Ja. En die, um, ja, waar je niet veel aan uh, nee. kunt doen. En waar je... Ja, waar, waar je als regisseur constant diplomatisch moet uh, schipperen of zien dat je, dat je slachthuizen, Dylan Bilal, daar ook heel goed in zijn. In het, uh, in het uh, ja, op een of andere manier zo omzeilen dat je toch nog je zin krijgt. Geworden, uh. denk ja. ik. Geworden, ja. Maar een acteur is eigenlijk altijd uh, de baas. vooral verhaal van Frank Sinatra. Er is een oorlogsfilm van Ryan's Express hm? Heb je dat gezien. Nee. Dat is een heel goede oorlogsfilm uit de jaren zestig. Nee. Um, en de studio wilde. Dus op het einde wilde ja, hij doet zo'n 400 gevangenen ontsnappen, Frank Sinatra. Huh? Uh, het is de Wereldoorlog 2-film. Met een trein, Von uh. Ryan's Express. Hij regelt dat allemaal. Um, en dan op het einde, ja, bij de laatste mensen die hem dan op die een trein brengt, ja, dan is hem wat te laat voor die een trein en loopt hem achter die een trein. Ik verklap nu wel het einde van die film. Oei, Komt dat is een ja, je. Ja. Maar um, dus, uh, hij loopt achter die een trein en um, ja, hij werd door de Nazi-kokers getroffen. En hij is de enige van die 400... Dus hij heeft al die 400 mensen laten stappen. En hij haalt het net niet en sterft. En dat was het einde dat Frank Sinatra wou. Maar de studio wou dat niet. Huh? De studio wou dat echt niet. Die wilde een ander einde waar dat hem wel nog op die een trein gerokt. Um, en dat was een heel grote discussie die maar bleef duren. Uh, en uiteindelijk werd die scène uitgesteld tot de laatste draaidag of zo weet. En hij um, zei, oh, we zullen de twee einders draaien. Dan kunnen we achteraf nog verder discussiëren. Huh? Um, akkoord, zo afgesproken. leek een goed idee dus zodra je dat eerste einde met Frank Sinatra die achter de trein loopt en wordt neergeschoten en ze maken zich klaar voor de tweede scène en Frank Sinatra was weg. Dat meen je niet? Ja. <laughs> ja, ja. Voilà. ja. Is... Dus ja. Goed gevonden. Dus dat is, uh, ja, My way het. My ja, way. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Um, om maar te zeggen, ja, dat die, die machtssituatie. Uh... Maar ander... Mag ik nog een anekdote over Robert De Niro? Um, een vriend van mij heeft gewerkt met Robert De Niro over een van de Meet the Fockers films of ja. Meet the Parents of. Uh, uh, Robert Niro is een oom laatkomer. Dat merkt ook onze, onze keuzes gedurende een bepaalde periode. Ja, niet meer gemotiveerd. Films, hij films trekt zich alleen uh, de paycheck aan en niet meer de, Spijne, niet meer ja. de films. Um, dus die komt te laat en die gaat te vroeg weg. Dat is meestal het ding. Dus hij komt aan op, die set, op de zwaarste dag van die draaiperiode van uh, Meet the Parents. En ze zeggen: die ben begon om 8 uur, en die draait tot 6 uur. Um, ja, heel moeilijk moeilijke dag, met heel veel figuranten. Dat was nu echt een belangrijke dag, dat ze Robert De Niro moesten hebben. Dus uh, om acht uur gingen Robert De Niro te zien. Pas om elf uur komt nee. hij er door. En mijn hoort. maat, de Richie, die de eerste assistent regisseur was, die zegt, ja uh, 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 Bob, uh, het, is te, <laughs> ja, het is echt heel moeilijk. We zijn al drie uur achter en we zullen waarschijnlijk moeten overdraaien. Um, of tegen was een van zijn assistenten zijn. ja um, yeah, I have bad news, because uh, Bob is leaving at two. Hij zegt, maar ja, 11 tot 2, we moesten draaien van 8 tot 6 kunnen we <laughs> toch niet maken? Dat kan toch niet? Uh, Bob's leaving at too. Dus de Richie gaat dat zeggen, om de zeven producenten die er dan meestal op zo'n film uh, de baas zijn, of denken dat ze de baas zijn. Uh, en zeggen, maar dat kan niet, dat kan niet, wij gaan dat regelen. Wij gaan dat, regelen. Wij gaan dat, regelen. Wij gaan dat een trailer van, Bob de Niro, van Robert De Niro. Dus die zeven producenten verdwijnen in die trailer van Robert mm -hmm. De Niro. Uh, en die komen uh, uh, nou, vijf minuten later terug buiten. En uh, de Richie zegt, ja, is het geregeld. No, Robert De Niro is leaving at one. <laughs> Oké, okay. ja. mission accomplished. Ja. Niet. Niet, ja. nee. Ja. Dus dan je, Allee, man. Ja. Zelfs de, de ja. grote Robert De Niro uh, is er ja. ja. niet... Uh, dus ik ben ook eens twee keer naar, naar, naar New York gereisd om die te gaan interviewen. Is twee keer niet komen op. Alleen man. Ja. Ik vind dus ook, je als je... ik naar New York kom, moet ik er zijn. Dat is waar. Dat uh, vind nou ook ja, wel, ik vind Kom op ja. zeg. Nee, ja. maar afijn, dat gaat over respect. Ja. Oké, okay, ik versta dat dat in Amerika een andere wereld is op dat vlak. Ja. Um, is Erik Veloy dan nog een andere regisseur in Amerika geweest dan in Vlaanderen? Uh, nee, eigenlijk niet hè? Nee. 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 Ja, wat er was, uiteindelijk de enige film die ik eruit heb in Amerika, uh, was wel mijn Amerikaanse ploeg en een Amerikaanse constellatie. En... Maar het geld kwam wel uit België. Ik bracht het mee. Het was niet dat van het mij, is... hè? Ja. dat is niet mijn geld. Gelukkig achteraf gezien. <laughs> maar ik bedoel, het geld kwam wel via mij. Ja. En het geld is natuurlijk ook een baas. Je kunt moeilijk... Uh... King. Ja, dus ik was... Ja, ik heb die film in, in relatief veel vrijheid kunnen draaien. Okay. Ja, en dat was wel leuk. Um, alleen, ja, het was jammer dat het dan flopte, waardoor veel mensen hun geld kwijt waren. Um, ja, dat ben ik nu uh, aan het goedmaken. Hè? Door nog 35 jaar de slimste mensen te presenteren. En, en uw een, uw theatershow, uh, met ja, u een theatershow... Ja, een theatershow. Uh, <laughs> ja, een, uh, ja, een verrassend einde te bezorgen. Maar, dat is dat, ja. Want, want uh, voor u is Hollywood wel einde vooral? de verhaal, ja. Ook ja. Als, als, uh, als, ja. Of als Adil of Bilal morgen mogen van Erik, kom. Als Adil en Bilal roepen, dan wel natuurlijk. Dan mee. Uh, ja, misschien ja, dus gewoon niet roepen. Maar, uh, dat weet ik niet. Ja, nee, dan kom ja, ik niet mee. Joh. Ik Zat weet dat niet. Mooi, bedoel, he? het, het valt wel op. Allee, ik ben vroeger, denk ik, vier of vijfhonderd keer in Los Angeles geweest. Ik reisde er letterlijk twee keer per maand naartoe voor, voor, voor uh, allerlei dingen. Um, Alleen vooral film. Ja, ja dat is ga <laughs> uh, Niet. Uh, en. Um, ja, ik ben er sinds 2015 niet meer geweest. Oei, nee. dus, dat ben ik bewust. Ja, die film kwam uit en ja, mijn droom was over. Het was dadelijk dat, dat dat een droom een droom was van Amerikaanse film te maken. Dat is gelukt. Maar dan kwam die aan uit, en dan zei ik van ja, als ik wil verder doen, zal ik terug onderaan de ladder moeten beginnen. En daar had ik geen, geen zin in. Dat snap ik ook. Ja, daar ja. had ik geen zin in. Dus ik dacht liever terug. Uh, ja. En, en bovenin, ik zat er ook alleen dus ik ben teruggekeerd naar uh, mijn vrouw en mijn zoon. Uh, ja, ja, niet zo lang. daarna dat was het ook wel een echtscheiding. Dus, uh, maar ja, ik nee, nee, ik miste... Ik zeg altijd de rivieren of. Ja. Uh, dat is natuurlijk een metafoor. En een bosel. En is een, een bosel ook. mis miste gewoon ja. Home ja, 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 absoluut. Ja. Want als je zoveel in Alese geweest um, en nu dan sindsdien niet meer, dan zou ik veronderstellen dat je die stad echt associeert met uh, misschien wel de miseriekant van die uh, film. Nee, niet echt. Nee. Nee? Nee. Nee, ik heb te veel leuke dingen meegemaakt voilà. ja, ook niet op vakantie uh, niet meer geweest? Of zo. Nee, niet in meer. Ja. Natuurlijk, als het was aan corona. Dat, dat Trump, uh, hm. ja, dat, dat is ook al niet aanlokkelijk, vind ik. ik Om te, te reizen, dat geleid wordt door een uh, potentaat. Uh, of het scheelt hem toch niet veel. Um, maar ja, ik denk nu wel... Maar, nou, maar de, de mondmaskers moeten eerst weg uit de vliegtuig. Ja, ik zie ja. mezelf niet 16 uur in nee. een vliegtuig zitten met een mondmasker. Uh, Begrijp ik. Maar um, ik zal er zeker nog naartoe gaan. Maar de, de, mijn lieveling, cinema's, want ja, als mensen mij vragen wat ik moet doen in Allee, ja, dan kan ik ja. Ik alle cinema's. Alle cinema's in Allee. Maar dat is niet wat de mensen vragen. Van ja. het Getty Museum, okay, dat weet ja. ik ook liggen. Ja, ja. Of naar Santa Monica of de Pier. Of, ja. Uh, maar, uh, ja. Maar de ArcLight -like bijvoorbeeld, de beste cinema ja. daar, is weg. Allee. Dus ja, alles komt daar ook vooruit. en, en uh, Ja, ook Nee, maar, um, ja. Want je hebt daar jaren gezeten, je hebt. Uh, op een gegeven moment ook wel wat tijd gaat om te lobbyen, zoals gezegd, te ja. netwerken, veel te gaan eten. Het zijn die relaties um, Het een stabiel? Dat een een andere weg. Wat zeg je? Ik heb nooit meer geho niemand gehoord. Allee! Nee. je? Je zegt goed, uh, ja, zolang dat je gebruikbaar bent. Oké. Okay. En als ze merken van, ja, slechte kritiek krijgen, film is geflopt, hij woont hier in België, hij is niet zo echt geïnteresseerd in dingen, weg. Harde wereld niemand, wel? Niet meer gehoord. Harde wereld wel? Ja, dat wel. Een heel harde wereld, ja. Zoals vele werelden, maar uh, nee, ik heb nooit... Allerlei mensen waar ik echt heel goed mee, mee opschot en zo nooit met advocaat en nog eens gebeld advocaten ja. zijn er altijd En heeft niet waar. hij heeft een mail gestuurd ah, Een vroeg kunnen we eens die factuurs, factuurs. nee er is geen factuur. nee nee, nee want daar ja. werkte een percent ja. ah oei ja. ja het was in het begin zijn van ja veel is het 500 dollar per uur Ofwel de procent, wat wilde ik zeggen. Doe maar een procent. Nee. Dat was een goeie deal voor so mij. So now he's mij. flipping burgers. ja Nee, maar je had ook Matthew Perry en zo. Ja, dat is ook niet bepaald. Een klant uh, ja, Mag ja. volgens mij op dit moment... Nee, ja, die die friends was niet, maar hij was hem ook altijd tijdens Friends. Oké. Okay. Dus als je okay. weet dat hij af, per, per aflevering verdiende... Nee, nee, hij heeft me een mail gestuurd en ik stuurde hem terug van... Kunnen we eens niet bellen voorbij te praten? En dan zei hij, ja, bellen dat ook niet, dat okay. ook niet meer. Ja, dat is uh, een ouder advocaat. Maar. inter okay. ja. Maar wie weet, kom ik hem nog wel eens tegen. Ja. Dat is eigenlijk de enige die, uh, ja, die, die me nog gebeld heeft. Uh, heeft dat u teleurgesteld? Nee nee. nee. nee, want ik had ook geen zin om hen te bellen. Ik kon hen ook bellen. Maar het was echt, ik heb daar een bladzijde omgeslagen. Mm -hmm. echt, echt, ik wil, uh, uh, omdat dat ook, al die, heel die periode, ik wilde dat ook heel erg. Er is een lange periode geweest dat ik gefrustreerd was, omdat ik daar niet raakte. Omdat ik geen agent had, of, of weet ik wel. En dan plots al de zaak Alzheimer kwam dat allemaal. Ja. En kregen die kansen. Uh, maar misschien niet de kansen die ik echt wou, er stonden allerlei films voor. Ik dacht, van, ja, daarvoor kom ik niet meer hier. Ik wil, ja, ik, wil, uh, oh, ik wil andere films maken of, ja. uh, of stevigere films. Uh, dus ik, ik wilde dat heel erg. Uh, en uh, ja, dat heeft mij ook jarenlang echt gebiologeerd. Uh, ja. In het verslaafd vertel ik het ook. Op mijn veertiende reed ik met mijn bom bij mijn bom door Beverly Hills. Ja. Met een map of the stars' homes voilà. om met de sterren te gaan bellen. Ja. Dus dat was echt wel, dat was een obsessie. Ja. Uh, en dat is dan, ja, ik zeg het is gelukt, ik ben eigenlijk blij, ik heb je film gemaakt. Die, uh, ik ben ook blij met die remake van Alzheimer. Ook al vind ik hem ja. niet zo bijzonder goed, maar bedoel, het is... Ik vind van, een trailer maar, wel goed. Tra ja, een trailer is goed. <laughs> en de film is oké, okay, maar niet, niet geweldig. Maar uh, ja, dat is zo twee Nee, ik snap het. Ik stond twee keer op een generiek uh, van een Hollywood film en dat vind ik leuk. Snap uh, ja. met voetballers die willen een Champions League spelen, jij hebt eigenlijk Champions League gespeeld. Hè? Zij, misschien... Niet met 5-0 gewonnen. Conference League, denk ik uiteindelijk. Ja, maar, het ja. Is, maar ja, de Champions League is wel zo. Ja, als je een film wilt maken. waarvan je zeker wilt zijn dat hem heel de wereld bereikt. Ja, dan is dat wel een Hollywoodfilm. film En dat is ook zo. Op los van het feit of het nu goed of slecht gemarcheerd heeft. is zowel de Loft. als... Ja als memory nu, hebben uh, ja. ze wel heel de wereld rondgegaan. Uh. Want ik denk op dat vlak moedige keuzes maken door niet elk aanbod dat u pad kruist te aanvaarden. Ja. Ik denk dat dat ook heel slim kan zijn. Zien hoe Matthias Schoenaert Je dan een RoboCop op afwijst, bijt mijn ook. Op even moment. Dat zijn toch wel stevige rollen om, om af te wijzen. Ja, ja, ja. Omdat met ja. hem gaat voor een bepaalde. Uh, hij moet geloven in het script, snap ja. ik wel. Ja, en ook omdat hem denk ik, uh, ik denk Matthias niet graag vasthangt om drie, vier vervolgen die je dan ook moet draaien. En het was, nee. en het was niet. De, met de Batman nu met Robert Pattinson, dat is een hele goede film. Ik heb nog niet gezien. Ja, dat is een goede film. Dat ja, is echt okay. heel goed. Ja. Uh, maar de Batman, die, Hollywood, die uh, Matthias geweigerd heeft, was Superman versus Batman. Ja, in slechte, algemeen heb je genoteerd als de slechtste Superman en Batman film ooit. Dus dat is wel ja, hij kan wel goed. Uh, de, Instrap, de juiste hè? dingen weigeren. Ja. Ja. Hij heeft Alzheimer ook wel eens geweigerd, dat vond ik minder. Ik ja. uh, er al van ver, verstaafd. Uh, was, uh, van Wiener de Smit? Dus je gaat Koen de Bouw en Werner de Smit, ja. maar uh, eigenlijk is Matthias Schoen de eerste keuze. Oké, okay, straf, want dat was. Dat heeft hem ja. uh, Dat was begin jaren 2000, 2003 of zo. Of? 2003, ja. 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 Uh, ja. Dat was nog een jonge Matthias Schoenacht. Ik herinner mij ja. toen, ik denk dat dat die periode moet zijn geweest, dat hij meespeelde in Anyway the Wind Blows. Ja. Hetzelfde uh, ja. jaar. Hetzelfde ah, jaar. Voilà. Ja. Uh, maar dan, het was een hele jonge Matthias Schoenacht. Ook nog met lang haar, mm. heel mager nog. Um, ja. ja, maar wel toen al een fantastische acteur. Dat vind ik ook ja, ja. altijd gevonden, eerlijk gezegd. Um, anyway, The Windows vond ik trouwens een topfilm. Want ja. ik werkte toen in UGC, weet ik nog, als student. Ja. Uh, en toen ging Tom Barman met zijn crew daar altijd in de mezzanine even rusten. Omdat ze heel veel in Antwerpen draaiden, uiteraard. De stad die rond Antwerpen uh, zich speelt. In die film is muziek bijna een hoofdrolspeler, ja. veel meer ja. op. Maar ook bij het herbekijken van uw films de laatste week vind ik je dat muziek ook super, super belangrijk is. Ja. Uh, is dat iets waar jij zelf heel veel mee bezig bent? Of wordt uh, nu nee, nee, ik ben zelf veel mee bezig omdat ik heel graag uh, ja, geniet van filmmuziek. Uh, als je een film gaat zien, um, ja, ik wil dat werkelijk al mijn zintuigen worden geprikkeld. En muziek is daardoor een belangrijk uh, instrument. Ik vind dat je uh, allee, hoe, hoe dat No Country for Old Men ook is, dat is een geweldige film van die Broeders Coen, uh, er zit geen muziek in. Ja, dat, en dat vonden ze. de critici vinden natuurlijk, ja, dat is een origineel, ze fantastisch gevonden, geen muziek. Wel, ik ben er zeker van dat die film nog beter was geweest met ja. juist juiste muziek. Want Denk... de muziek kan de film ja, nog sterker maken. En ik geloof in veel muziek. Ja. Componisten weten ook, ze weten het intussen, diegene die ik benader, dat ze bij mij heel veel werk hebben. Oké. Okay. Je hebt, je hebt ik zeg maar iets, je, je, uh, Steven Borbeck, die de muziek heeft gemaakt voor zaak Alzheimer. Um, en die een Oscar gewonnen heeft voor, uh, voor Shakespeare in Love. Die uh, moest voor de Zaak Alzheimer denk ik 100 minuten muziek maken. Dat is echt veel is op een Fair film van 120. En ongeveer uh, ja, later maakte uh, hij een. Dit ook de film van Dominique de Ruder, uh, Pour ja. le plaisir of ja. zo, een kleine, kleine film. Um, ja. En daar moesten we maar 8 minuten muziek maken. Dat is een groot verschil. Een groot verschil. Ja. En dat is bij alle films die ik gemaakt heb, uh, als die 120 minuten duren, maar zeker zijn 100 minuten muziek in zit. Uh, omdat ik er werkelijk alles emotioneel uit wil halen. Um, ja, ik ben, ben man van de voorhamer. Niet van de, nee. van de kleine nuance. Ja. Ja, ja, dat heb ik gemerkt. En toch zie ik toch heel veel ja, ja, dus wel. Ja. Maar uh, denkt de muziek uit de films van Tarantino weg? En misschien was het nooit Tarantino ja. geworden. Ja, res Want Reservoir Dogs is ook wel door die scène van Stuck in the Middle with Two. Ja. Waardoor die film volgens mij nog meer werd uitverroot. Ja. En in ja. Pulp Fiction zien we hetzelfde. En daarvoor. Ja. Of, ik heb trouwens. Zeg maar. Ja, Space Odyssey bijvoorbeeld soms zie beetje muziek al je kunt met muziek ja maakt je je film met de juiste muziek maakt je film ja geweldig veel beter ja. ik vind het ook uh, belangrijk om de spanningsboog te begeleiden uh, ik heb ooit in 2013 denk ik dat was uh, naar Italië gereden met vrouw en uh, en dochter toen op de muziek van Wolfram de Marco, dat was zijn van Loft. Ach, serieus? Omdat, ja, ik, ja. Vind, ja, ik vind ja, fantastische ja, dat fantastische muziek, muziek om zo. Ja, dat is prachtige ja. muziek, ja. staat ook op zich. Maar binnen de film, het Loft, waar ik echt. Ja, ja. Uh, dat, is, dat is een mega succes geworden met een reden natuurlijk. He. Dat staat ja. perfect in elkaar, ja. perfect geacteerd. Uh, alles erop en eraan. Dat vond ik wel een extra hoofdrolspeler bijna. Ja, ja. ja. ja zeker. Die zijn uh, in het casino. Hè. Oh, ja. Heel lange, ja. ja, dat begeleidt de spanning echt naar een hoogtepunt. Beleidspanning, spanning, acht minuten lang. Uh, we hebben er lang mee geworsteld wat we met die scène moesten doen. Uh, we moest nu heel een tijd muziek zijn, op zweepend. En, en dan zagen we The Dark Knight. Maar ja. ook zo Rollen, ja, heel ja, lange ja, ja. muzikale stukken, die zo heel, heel, heel lange scènes begeleiden. Fantastisch. En dat was zo heel hele tijd. En daar hebben we gepikt eigenlijk. Ja, maar je hebt gelijk... Oh, ja, ah, ik heb gewoon gezegd, van, we willen ook... Uh, inspiratie opgedaan. Ja, we hebben ook uh, gewoon, gaat ervoor, maakt acht minuten lang of negen minuten lang, ja. uh, zorgt ervoor dat het uh, geen moment stopt. Uh, uh, ja. Ik heb op uh, Spotify een lijstje OST, waarin ik allemaal filmmuziek die ik fantastisch vind, drop. En ik merk als ik ga pleiten, dan zie ik dat vaak ook, omdat je daardoor wordt opgepompt ah, ja, en opgeladen. Ja. En ik vind dat filmmuziek uh, echt een heel apart genre heel, ja. Ja. Uh, heel boeiend. Um, je hebt al verteld over dromen die zijn uitgekomen, dromen die, die u tot Hollywood hebben geleid. Um, dat was van begin af aan in uw leven wel echt het uitgangspunt om, om die regisseursstoel te gaan bekleden? Ja, regisseursstoel of acteur te worden. Of, uh, ja. ik, wilde, ja, ik zat altijd in de cinema als kind. Uh, ja. Altijd. Alleen behalve als het goed weer is, dus ben ik met mijn ouders buiten spelen. Maar zelfs dan. Dan uh, hoopte ik toch nog dat het ging regenen of probeerde ik s'avonds ja. nog in de cinema te gaan. Uh, nee, ik wilde deel uitmaken van, uh, ja. van die wereld. Op ja. een of andere manier. Ja. Ofwel uh, regisseren of acteren of uh, schrijven over film. Voilà. Ook dan. Uh, of, uh, of een film over uw leven laten maken. Maar ja, dan moet je al eerst iets doen dat de moeite waard is. Dat is ja. Nee, nee, ik wou echt... Uh, en dat is alleen maar vergroot toen ik dan als 14-jarige... Met mijn grootouders voor de eerste keer naar Los Angeles reisden. Ik wilde echt zien, ik wou die stad zien. En ja, als je daar rondloopt, waar alles naar film ruikt en alles uh, naar film, aan film refereert, alle buiten, Sunset Boulevard, grote calico's en zo. Ja, dat is de filmstad. En dan, uh, en dan was ik het zeker. En die filmsterren die, die allemaal in die grote villa's woonden, en dan dacht ik van ja, zo'n grote villa, spreekt me ook wel aan. <laughs> terwijl ik nu op een appartement woon. Maar uh, dat, is zo, uh, nee, dat was, een droom, ja. dat was dan, een droom. Dan word je gevangen. Uh, ja. Ja. ja ik las in een van uw interviews uh, dat je soms zelfs een regendansje deed om toch te hopen dat ja. het zou regenen dat je niet moest gewoon voetballen of van spelen buiten ja, ik dacht, ja maar dat viel mij ook wel op bij het bekijken van uw films want jij houdt blijkbaar van regen ja. op Ad Fundum na begint elke film van u met regen ja of het precies. zak dus Alzheimer ja. uh, loft de loft uiteraard Premier ja. uh, ook ja dat heeft allee, ten eerste is dat esthetisch gewoon heel mooi dat geeft een bepaalde dramatiek aan de scène ik heb gisteren per ongeluk nog tien minuten met de fiets door de regen Gereden, uh, ja, je komt dan doorweek thuis, maar toch heeft dat iets, dat heeft trek die is heel filmisch. Uh -huh. uh, mijn zoon was vijf kilometer aan het lopen en ik fietste achter hem. En dat was dus een gigantische drasje dat hem aan het lopen was. Dat waren heroïsche beelden. Dus dat, ja, dat geeft, dat, dat geeft een soort heroïek en tegelijk geeft dat enorm veel tristesse. En dat zit natuurlijk ook in mijn films. Mijn films hebben iets, uh, ja, hoewel dat grote publieksfilms zijn en heel entertaining, zijn die ook heel donker en somber en zijn die personages zelden of nooit zonnig uh, in die films. Ja. En um, ja, wat past er beter bij niet-zonnige personages dan regen? natuur uh, gang Ja. ja, ja. ja. En, dat, uh, uh, en het viel me op, want allee, ik vond het ook raar. Toen ik Memory dan zag, de remake van, uh, van de zaak Alzheimer, dacht ik van, allee, waarom hebben ze uh, die zijn geen regen en die zijn geen regen? Uh, dat is toch stom? Dat was toch, dat was toch goed zoals het werkte? ja die film speelt zich af in El Paso, in Texas. Oké. Okay. Ja. Een beetje moeilijk. Een ja. beetje moeilijk, hè. Ja, het is, uh, moeilijk dat het laat regenen. Ja. Hebt, dus ik, ik snap het. Maar, ja. uh, want, want ook de zaak Alzheimer start eigenlijk met onweer en regen. Uh, Loft ook. Rond het uh, huis. Ja. Loft ook. De ja. premier ook trouwens. In een droom ja. en weer ja. een wakker wordt. Ja. Uh, maar het begin van de zaak Alzheimer viel mij ook op dat hij een trein aankomt. Ja. Dat is dan van heat. Dat ja, klopt, uh, ja, ja, is Van heren. heat, ja. ja. Hebben ze dus ja. nog uh, inspiratie geput uit films die ja, veel. Ja, er zijn veel, veel momenten die. Uh, ja, ja, dialogen. Uh, je bent een vis aan een haak. Je wilt eraf, maar je kunt er niet af. Zegt uh, Stijn uh, van Opstal tegen bouw ja, Tegen ja. bouw in de premier. Je bent een vis aan een haak, je kunt er niet af. Ja. Dat komt letterlijk. Christopher Walken zegt dat tegen Johnny Depp. In uh, Nick of Time. Ah, Nick, Nick of ten, Time. Is, is een film, oh, ja, die een ook uh, soortgelijk. is ook iemand die wordt uitverkoren om iemand belangrijk, oh, in dit geval een diplomaat, te vermoorden. En dan zegt hij, you're a fish in dat was Dus dat was ja, dat is een hommage. Tegelijk was Mooi. het ook gepikt. Um, ja, de, 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 Jan de Cler, die uh, binnenvalt in, in zo'n villa, in Capelle in Zuik-Alzheimer. Ja, en Lucas goed. van der Einde. Ja, Lucas van der Einde pakt ah, de, pak hem vast. Ja. En dan... Um, dat is dan op de manier van uh, Lawrence Olivier in Marathon Man. Je hebt zo'n geweldige scène in Marathon Man, wat een hele onderschatte film is. Ja. Um, uh, dus Norman men wordt gefolterd door uh, een soort mengelachtig figuur, een nazi-figuur. Uh, maar in plaats van de gebruikelijke dingen te gebruiken, god die gewoon. Op, die god dinges, die, dat is een tandarts. En die gooit zo wat, die, die prikt mee, mee, bij het kikwa in, in stukken zenuwen waarvan hij weet dat het extreem pijnlijk is. Ja. En, maar die marteling, ja, normaal zeggen ze dan oké, okay, ik wil dit weten van u, vertel mij dit, vertel mij dit. Maar hij doet dat niet. Dus hij doet die marteling, maar hij zegt de hele tijd tell me, is it safe? En dan zegt hij, versta ik versta het niet, ik versta dat niet. En uh, tell me, is it safe? Dus die, die zit gewoon, sublieme vertolking, ja. Lorenzo Olivier, genomineerd van Oscar ook denk ik, uh, ja, die zegt gewoon tien keer of zo, is it safe? Zonder echt te zeggen wat hij echt moet zeggen. Of ja. En dat heb ik in, in Alzheimer... Um, ja, met, met, met die handen kleeroeken dan. Zij zijn slim. Inderdaad, ja, dat kan ik had zij je vergeten. Zij zijn slim. Zij zijn zij slim? Zij slim? Zij slim, ja. zij slim, ja. Wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Maar dat is gewoon... Ja, het is altijd handig als je in een dialoog niet letterlijk zegt wat er moet gezegd worden. Dat je het op een andere manier kunt zeggen. Want eigenlijk is van... Uh, eigenlijk moet je binnenkomen en zeggen van waar is de kluis waarin je bewijsmateriaal? Je moet dan altijd zoeken naar een soort metaforische zin. Ja. Uh, en hier was dan, zij slim. Zij slim, maar dan weten we, kom zoeken. Slim. En dat is slim en dan wordt ook, ook wel duidelijk wat dat is. Dat is goed gevonden. Ja, ja, goed gevonden van Lauren Olivier en de makers van Marathon. Ja. Maar goed overgenomen door ons. Uh... Maar goed, als Tarantino mag pikken van Jan en alle man, ja, dan maak ik het ook. Hè. Nee, nee, dus ja. is het, maar, ja. maar het is niet ja. pikken, het is laten inspireren. Als advocaat moet okay. ik even dus die kleine zit met Annas kunnen zien. Ah, oké, okay, ja, dat ja. <laughs> uh, <Ja. laughs> is goed. Is dat de sterfste ja. acteur waar je in uw carrière al mee hebt samengewerkt, Jan de Klerk? In uh, Koen Bouwen. ja. 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 Is Koendebouw zo straf als Jan? Uh, ja, ja is heel straf. Ja. ja, ik vind je ongelooflijk, maar ja. ik, ik vind Jan de Kleer voor mij een icoon. Ja. En Koendebouw zal het zeker worden. Wel, het is dat ik bedoel, je voelt toch van alles dat Koendebouw uh, ja. ooit die, 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 die status van Jan de Kleer zal overnemen. Ja. Als het al niet uh, half gebeurd is. Maar uh, ja, ik hou van die mensen omdat ze. Ja, dat, zijn, dat zijn altijd weer briljante acteurs, maar ik hou van. Uh, ja, die stralen ook iets uh, somber uit. En ik heb dat graag, ik, bedoel, ik zie graag films over sombere mensen. Uh, en ja, bij hen ja, zit er een camera op en voelt dat er van alles gebeurd is in die hun ja, leven. Ja. Zelfs als dat met een acteur voor hetzelfde geld is er niks gebeurd in die hun leven. Ik denk nu wel redelijk wat. Maar ook Koendebouw zit er een camera op en gevoelt altijd ja, een soort tristesse en tragiek die ik heel heel uh, ja, nuttig vind uh, om te gebruiken. Terwijl het, de Bouw is een van de grappigste mensen die ik ken. Hè. Dat is echt een ongelooflijk grappige. Oh, ja. Ja, oh, zegt, dat is zo grappig. Dat is een zorgvuldig bewaard geheim. Ze zijn nu zelfs van plan om te vragen voor de jury van de slimste mens. Op een of andere manier voelt hij zich blijkbaar rijp genoeg om, uh, om die kant van zijn persoonlijkheid, of dat facet van zijn persoonlijkheid, uh, te laten zien. Ja, dat is, als je ermee gaat eten of gaat ermee er uit, is onvoorstelbaar grappig. Uh, om het te zeggen, ik had de laatste voorstelling van, uh, van uh, Verslaafd uh, vorige week, in de, uh, of twee weken geleden, in Stadschoudburg. 1900 man. Uh, en ik had uh, Jan de Kleer uitgenodigd en Koen de Bouw, omdat zij heel veel in die voorstelling in filmpjes te zien zijn. En omdat ze toch heel belangrijk zijn geweest voor mijn carrière. En een minuut voor ik top opgaan, 1900 man, dus ik was wel een beetje zenuwachtig, stuurt hem, uh, ja Erik, als je mij dan straks, Koen hè, als je mij dan straks betrekt, of als je mij even feliciteert of zo, uh, vermeld dan alsjeblieft ook mijn echtgenote Chantal, uh, Chantal Leijers. Ik dacht, joh, dat is lief, ik zal dat doen. Uh, dus die show loopt ten einde, 1900 man zit te produceren. Ik, ik, uh, ik betrek uh, Jan de Kler in de wier ook, enorm applaus. Uh, dan Koen de Bouw, en weer een enorm applaus. Uh, ik zeg, uh, en Koen, uw charmante echtgenote uh, uh, Chantal Ayers is er ook bij. En eerst tot hem recht en roept hem mij. Keep my wife out of your fucking mouth. <laughs> dat is wel is fantastisch al, gevonden. Ja, oh, fantastisch, dat ja. ik wist tof. dus niet dat ik ging zeggen, maar dat, dat is, is fantastisch prachtig. gevonden. Dat is, prachtig, dat is een ja. ongelofelijke joke en dat is typisch. Uh, ja, dat, is, uh, dat is humor ah, dat is... die hem helemaal beschrijft. Uh, dat ik. Dus uh, dat daar, ik. op dat moment dacht ik ook van de jury, waarom niet? Ja. Dat is prachtig. Omdat de mensen het niet verwachten. Nee. Zit je in de jury en de mensen denken: ze kunnen bouwen, mag wat gaat dat geven? Dat is prachtig. Ja. En elke mop die hem gaat maken, gewoon een plus zijn, omdat je het niet verwacht. Dus ik kon zo zien. dat hem... Uh, maar hij heeft nou in de week, uh, na een pintje, uh, verteld dat hij dat wilde doen. Dus ik, uh, maar goed. Blijf. Een mooie primeur. Ja. Je ja. ervoor. Ja. Eh? ja. Als ze me toe, fantastisch. Als ze me toe, ja. ja. Als, het, uh, als het lukt, ja. Uh, ja ik heb Koen de Bouw voor het eerst uh, opgemerkt als acteur in Witte Kerkje toen nog. Speelde hem ja. Stef, uh, ja. een bad guy. Ook met een geweldige overtuiging. Uh, en dan had hij inderdaad gevolgd. En hij komt in heel veel van uw films terug. Een beetje een Uwe acteur, maar je Ja. 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 Zo. Word je dan ook echt goede vrienden of niet noodzakelijk? We zijn goede vrienden geweest. Uh, toen ik met mijn vrouw was, gingen we vaak met vier netten, omdat die ook heel goed overeenkomen. Uh, uh, we zijn daar wel gebleven. We zijn nu Toevallig vrijdagavond, uh, ben ik dan met mijn ex-vrouw. Dus als er genoeg tijd overheen gaat, dan, hmm. dan zijn er een heleboel die trucs dingen. Ben ik met mijn ex-vrouw en met hem en zijn vrouw gaan eten. Dat is mooi. En dat was heel gezellig. Ja. En dat was de, maar die vriendschap heb een beetje verwaterd door. Ja, zoiets. Als je dan in een scheiding en. en Zit dan alleen Ja, dat is anders. Hè. Ik weet niet of je dat al je nee, Ik ben nog niet, ben maar... nog niet getrouwd, laatst langer gescheiden. Ik ben wel veertien jaar in de relatie, dus dat is een beetje hetzelfde als ja, 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 ja. Uh, Als die relatie dan plots stopt en je, en je spreekt heel vaak af met koppels, dan, dan is dat niet zo evident om terug met drie af te spreken. Dat is uh, om allerlei redenen. Ik, dus, kan, het uh, me ja. ik kan me voorstellen. Ja, dus, uh, maar dat is nu terug. Nee, je wordt, je wordt vrienden, zeker. Uh, je weet wat je met elkaar hebt. En, uh, ja. Ja, ik vind dat een geweldige. Ja, dat, dat is ook de. Ja. Dat is ook de man. Ja, vroeger ook. Ik dweepte gewoon met filmsterren door. En ik weet, hij heeft dat niet graag hoor, cool, Koen. Dat je zegt dat het maar goed uitziet. Maar ik bedoel, ja, alle hoofdrolspelers in mijn films zullen altijd personages zijn die larger than life zijn. Omdat dat zijn ook... Ik ging vroeger naar Steve McQueen, Paul Newman, Robert Redford. Uh, ja, die zijn larger than life. Ja. En dat is wat je wilt zien. Ik bedoel, je wilt uh, dat, dat wilt op scherm zien. Je wilt uh, weggetrokken worden uit die realiteit. Zelfs al is die realiteit... Uh, uh, ja, al, al zijn die films gedrenkt in de realiteit, maar toch, je wilt, iemand, je wilt met iemand meegaan en die iemand moet heel speciaal zijn uh, en die moet niet per se enorm knap zijn maar Gene Hackman is ook iemand waar je dan mee, mee ging vroeger uh, maar met Koen, of Jan de Claire is, is zeggen, geen, geen beau garçon in de, in de klassieke zin van het woord hoewel dat vroeger zeker ook was maar, uh, maar die hebben wel die een enorm charisma en, en Coen heeft uh, ja, Dat is een filmster. Je hebt ja. acteurs en je hebt filmster. Koendebouw is een filmster. Ik begrijp het volledig. Ik vind ja. topacteurs en gewoon acteurs: het onderscheid is volgens mij van op afstand uh, topacteurs of actrices die kunnen de rimpels laten spreken die ze niet hebben. Ja. Die kunnen ook zonder een woord te zeggen uh, iets vertellen. Ja. Er gebeurt iets en dat is natuurlijk uh, bijzonder. Dat is wat ik bijvoorbeeld nooit kon ik heb uh, in mijn jonge jaren ook acteur worden. ik yeah. heb ze meegespeeld in Familie en de Ravin en Ronnie show. Sorry, uh, yeah. en in Familie was er een scène, ik was een overvallen van een pizzeria yeah. en ik moest toen uh, in de camera kijken alsof ik wraak wou nemen. Yeah. ik kon dan, ik, ik was kiep kwaad om te zien. nee zegt de regisseur, nee ik niet kwaad het ik moet yeah. vragen. dus dat lukte dan al niet. Yeah. en in de Rav en Ronnie show was in seizoen drie uh, een scène in de hel dat Sia speelde en we moesten in obsession in waarloos een discotheek moesten we gewoon dansen, maar die muziek weer klonk niet. Dus we moesten zonder ja, muziek dansen. Maar ja, ja. ik zeg tegen Peter aan het begin, maar ik was geen van 16 jaar. Ik zeg: ik moet toch op het ritme dansen? Dat is wel de rol van mijn leven hier. Ik wil je dat goed doen. Och nee, Zubie en Zetem. Och nee, zo... <laughs> Ook een goede acteur ja, dat is ja, Peter aan ja, het begin. Ja. Ja. Uh, want wat mij opviel bij het herbekijken van uw, uh, van uw films, repertoire.... Dat is dat ik nergens iemand tegenkwam die je toch volgens mij ook met uw bevind is gehaald. Kevin Jaansens. Nee, ja, ja. nog nooit voor u Nee, dat is toch wel. Ja, je zoekt de juiste rol, hè. dat is, uh... okay. Ja. Um, dat is toch ook in Vlaanderen een uh, grote acteur? Zeker, zeker. Ja. Uh, uh, Zou dat uh, er nooit van komen? Denk je? Jawel, denk je wel, ik denk dat wel, als hij, als hij wilt. En, uh, maar we moeten de juiste rol hebben. Um, en um, ja, het, uh, het heeft ook vaak te maken, de, ja, je hebt, hebt nu helemaal een lievelingsacteur, Koen de Bouw. Ja, en dan gaan we eerst naar hem en als hij naar ja zegt, dan. dan uh, maar, maar de Koen, ja, dat, is zeker. dat is ook een filmster, de, Koen. Ja. Uh, de Kevin bedoel ik. Ja, ja. 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 Dus, uh, nee, ik hoop dat het er nog van komt. Uh, het is er door omstandigheden nog niet van gekomen. Je kent Koen de Bouw goed. Hij is niet geïnteresseerd in Hollywood. Ik wil zeggen om echt daar door te breken. Jawel, ik denk dat wel. Hij heeft ook een uh, hoofdrol gespeeld in een serie, in de, uh, Last Tycoon. Uh, nee, hij wil dat, denk ik zeker. Maar dat dan niet ten koste van alles. Bedoel. Ik denk dat hij ook uh, hier een interessante rol wil spelen. Hij heeft hier ook een gezin. Uh, ik denk, denk niet dat hij uh, ja, op het punt staat van te vrazen. of zo. Is, uh, nee. ja. Mocht hij nu, en dat geldt ook voor mij, mocht ik 25 of 26 zijn en dan de loft gemaakt hebben, ja, dan was ik er wel gebleven. Ja, dat is, dat is totaal anders. Maar ik was uh, ja, toch al eind in de 50 en Koen is dat ook. Dat speelt zeker mee. Als je, als, je deze, als je opgemerkt wordt door Hollywood, je je 5, 26 of 28 of 30, of, uh, ja, dan is het een goed moment om te vertrekken. En, en, uh, maar dat, ja, ik was al ouder uh, en dat heeft zeker meegespeeld uh, om, om terug te komen. Je keek vroeger denk, tot twee films per dag? Ja, zeker. Uh, ja, 600 per, week, per jaar. Per, per week ging nee, per jaar. Is dat een frequentie die je hebt kunnen aanhouden nee, of niet? Nee, dat nee, denk ik nu nog. 250 op een jaar zie je of zo. Maar ik zie hier wel veel. Ja, het ding is ook dat je af en toe... Uh, ja, vroeger was film Hut van Hut. En de tv series ja, Dat was uh, Derde Rangswerk. Ja, dat is niet meer. Hè. Dat, is dat is niet meer. Soms is het zelfs een klein beetje omgekeerd. Gelukkig niet altijd en niet veel. Maar... Uh, ja, je moet daar ook... Uh, en daar moet ook wel redelijk veel tijd aan besteden. En daarom dat ik, uh, ja, dat ik het aantal films niet meer haal. Maar, uh, begrijp ik. Ja. Kijkt je dan als een scout naar uh, Vlaamse films, of Vlaamse reeksen, als in die acteur Ja, die acteur, ja. Uh, ja. ik kijk altijd. Uh, ik probeer altijd goed te houden wie erin meespeelt. Uh. En Z ik zie het ook graag. Ik zie ook graag Vlaamse reeksen. Uh, ja. uh, omdat ik, uh, ja, ondanks alles en ondanks alle verbeteringen uh, qua werk en qua afzetmarkt, uh, ja, blijft het toch een ding. Je, je blijft toch werken voor een klein taalgebied met, uh, ja, met beperkte middelen. Um, steeds minder beperkt, maar toch beperkt. Uh, uh, Alleen, Oestreff hadden we dat filmrocatie. Zal ik Alzheimer bijvoorbeeld. Of, nee. Ja, wat kost dat? De catering van Tom Cruise. Hè? Uh, allee, dat joh. blijft toch zo. Uh, maar, uh, Het is maf, hè? Ja. 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 Maar, die films maken. Want als je zit met Adil en Bilal, hebben denk Black en Patser en uh, uh, een image voor weinig geld gemaakt. Enfin, Patser, uiteraard, voor meer dan een image. Maar die schaalvergroting die er dan ontstaat, door dan bad boys te gaan maken, ja, die hadden er eigenlijk niet zoveel last van. Omdat je... Ja, omdat... Blijft... Die periferie verandert. Ik bedoel... Maar basically, als Will Smith, als jij Martin Lawrence en ik ben Will Smith, en wij hebben hier dat gesprek, ja, dan gaat een camera hier en een camera hier en dus en gaan je dat gesprek zo draaien. En dat is dan wel Will Smith en Martin Lawrence, een grote productie. En er stonden 200 man rond. En dat is een verschil met in België, waar er misschien 30 man rond staat. Uh, en er stonden zeven trailers, op de, of, of twintig trailers, op, ja. de, op de parking. Ja. Uh, terwijl in België nul. Uh, dus, maar uiteindelijk is de essentie wel die kleine scène die je speelt. Ja. Het is de periferie die anders is, ja. maar de essentie is wel hetzelfde. Ja. En daarom dat je dat, ja, dat iemand uh, uit Borgerhout of, uh, of, of, uh, of, of van Sint-Ruijden of uit ja. ik dat je ja, even gemakkelijk Hollywoodfilms kan maken dan, uh, dan iemand. Uh, dan dan weer, dan Belgische films, nee. Wij zijn hier ook wel met verschillende camera's ontwikkeld, zoals je drie in totaal ja, is, om uh, precies uh, te zijn. Toppelukjes. Uh, ja. Nee, maar we, we doen het met onze eigen middelen. We, ja. we financieren het verleden zelf. Attribute ja. 2 doen het, dat is het uh, artiesten agency ja. dat we hebben opgericht. Ja. Um, maar het is natuurlijk voor een goed doel, ook zoals we al hebben gezegd. Dus ik zou de kijkers en luisteraars ook echt wel willen uitnodigen. Om een vrijwillige bijdrage te storten voor de VZ2 Stisa. We zijn, Stisa nog, ja. we zijn nog niet halfweg. Um, niet te verwarren met Stasië. Nee, het is nee. dat. Erik, uh, ja, was er straks even een kleine dus slip zei, of de tong? Bijna verkeerd gezegd. Uh, um, uh, en het is zo dat jullie ook een uh, unieke prijs kunnen winnen als jullie een bijdrage storten. Een unieke prijs die verbonden is aan Erik van Looy. We houden nog even geheim wat het is, maar het is echt 100% de moeite waard. Dat kan ik jullie garanderen. We hebben hier ook trouwens een, uh, een bokaal van de Gouden Harten samengesteld. De bokaal van de Gouden Harten, waarin enerzijds een cadeautje zit voor Erik. En ik zeg het, we gaan dat niet tot het einde laten wachten, want ik kan niet goed wachten. Ik ben geen pleasure delayer. Dat is een cadeautje voor jou, Erik, alsjeblieft, omdat je hier alvast de gast bent. En ik Amai. wou een ja, uurtje afwachten of het wel interessant zou zijn, maar bij deze ja. het is het al zeker verdiend. Okay. En dan heb ik ja. nog een bokaal waar je een naam uit mocht trekken. Hoeveel? Ene. Ene. Ah, ja. Ja, het is voor een duo-ticket voor de, Alex van Agnew, de show ja. van Alex Agnew. Oh. Moet ik het lezen? ja. De naam lezen. De uh, zou een naam in een gemeente moeten opstaan. Kijk, okay, kan je zien? Ik moet mijn bril opzetten. Dat is nu wel een mijn een ik Met de fietsen <laughs> heel, 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 passend ja. in het interieur hier. Heel ja. ja. mafia. Jens, Jens Vits uit Humbeek. Jens uh, Vits uit Humbeek. Goed nieuws voor jou, Jens, want er komt een uh, prachtig duoticket ticket Humbeek. Uh, de richting van Humbeek uit, moet ik zeggen. Om binnen enkele maanden te gaan genieten van de nieuwe zaalshow van Alex Agnew, mijn vorige gast hier. En ik kan u vertellen, het wordt een top zaalshow. Je gaat lachen, hier brullen in zeer comfortabele omstandigheden. Wie weet, wie weet, komt Alex Agnew na de show en even een babbeltje slaan, dat zullen we zien. Maar uh, het is absoluut de moeite en wel verdiend, want jij hebt uw groot hart getoond. Ik hoop dat de anderen dat ook wil doen voor VZ2 We waren eigenlijk bezig over de Vlaamse um, uh, casting, de Vlaamse acteurs en actrices. Uh, en de, reekse, de goede reeks die toch wel in Vlaanderen gemaakt worden, valt mij op. In dat verband uh, kwam een uh, Vlaams reeks enkele maanden geleden in opspraak, uh, twee zomers, omwille van ja. een bepaalde scène. Ik weet niet of je dat gevolgd ja, hebt. Woord, ja. um, ik vond dat vreemd eigenlijk, want ik vind ja. dat televisie moet kunnen tonen wat er gebeurt in, uh, in het leven, in de maatschappij. En het is niet allemaal uh, polonijs naar buiten samen. Uh, hoe gaat Erik van Looy daarmee om? Als je zo leest dat er dan kritiek komt op een reeks die toch wel volgens mij. Ja, goede reeks maar. van de goede reeks. Ik, ik, ik heb me er eigenlijk niet in gemengd in de discussie. Nee. Ik weet dat ik uh, Tom uh, uh, Ja, een bericht heb gestuurd dat ik het een goede serie vond. En dat ik, uh, maar voor de rest heb ik me niet in gemengd omdat het. Uh, ik snapte de commotie wel. Ja? Dat wel. Ja. Okay. Zeker ja. in deze tijd. maar bedoel. Maar of dat dan zo moet uitvergroot worden, dat is wat anders. Ja. Uh, het werd natuurlijk op een bepaald moment herleid tot die commotie. Mm -hmm. uh, en dat was een beetje jammer voor de reeks. Uh, maar voor de rest. Uh, ja, wat was het? het ligt ook al een tijdje achter ons. Dat is zeker waar. Uh, dat is zeker maar, uh, waar. Nee, want eigenlijk is dat een beetje voortbouwend op wat ik uh, een aantal weken geleden met Alex Agnew hier in de, in de podcast heb besproken. Dat is dat. Uh, hij zei ook van comedy moet alles kunnen zeggen en alles ja, kunnen bewegen. Ja. We moeten durven prikkelen en uitdagen. Ik vind dat dat met film ook wel moet kunnen. Dat is toch heel. Pak nu irreversibel. Of ik, ik ja. geef een voorbeeld. Hè. Um, dat is natuurlijk genre-specifiek gebonden. Jij maakt vooral thrillers. Um, is daar een reden voor? Uh, ik zie dat graag. Ja. Ik zie dat graag. En, um, ja, ik, 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 ik zie graag. Ik zie graag spannende films. Ja. Daar komen we uiteindelijk op neer. En ik heb ook met Zak Altsheimer gemerkt. Ja, maar tot dan was het ook helemaal niet zeker van, ja, kunde dat hier wel? Uh, of kan ik dat wel? Uh, en dat bleek dan te kunnen. Uh, en men bleek dat genre ook te appreciëren hier. Uh. Want dat tot voor de nou, zaak Alzheimer en Loft was dat echt geen, uh, geen evidentie. Ja, uh, nee, klopt. Ja, nee, ik doe dat graag. Het is ook niet voor niks dat mijn lievelingsregisseurs vroeger Alfred Hitchcock waren, daarna Brian De Palma. Uh, ja, dat is geen toeval. Ik bedoel, die maakten ook thrillers en, uh. En, uh, en uh, ja, je, ja, dat is een film die ik graag zie. En eigenlijk zou ik op dit moment liefst een komedie draaien. Toch? Ja, maar ik ben er bang van. Omdat dat echt het allermoeilijkste is wat er is. Zowel, en de mensen die dat doen, ja, oneindig veel respect. want dat is echt, echt het allermoeilijkste wat er is. Ja. Zowel, uh, je hebt natuurlijk in de jury van De Slimste mensen al heel wat ja. komische persoonlijkheden mogen ontvangen. Ja. Ik denk dat je die samen zit aan de redactietafel. Ja. Ik, weet het, ik weet het, ik heb er in de week nog letterlijk uh, zo over nagedacht, omdat we weer het Bromo-spot voor de slimste mensen een opnemen waren. En het was enorm geestig. Maar dat is een spot van drie minuten natuurlijk. Uh, ja. Maar een komedie, een lange komedie, uh, ja, dus het is gewoon heel, heel moeilijk. Ik bedoel, zelfs in Hollywood, er komen heel weinig... Nauwelijks. Nauwelijks. Echt heel goede. Vroeger wel. De tijd van Billy Wilder en... en uh, ja. Maar er komen... Uh, ja, het moet al heel goed zijn voor het goed te vinden. Dus ik, heb er, uh, ik ben er bang van, van de schaar. Terwijl ik denk dat iedereen erop zit te wachten. Ik, bedoel, ik zeg maar dit is een film met Philip Geubels en Alex Agnew. En kijk ook. En, ich, en ik heb misschien nog in een bijrol, enÇo... <laughs> en jij in een in, 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 Maar euh, nee, goed, ik denk dat je echt heel veel mensen hebt die, die je zo kunt samenstoppen, Maar niet alleen het scenario, maar ook qua Je Jeroen in een film dat zou ook fantastisch zijn. Mensen zouden echt... Äh, <Sattslacht> uh, ja, een soort slimste mens film eigenlijk. Maar, de... Zo. Ja, want in die uh, promo uh, teaser trailers ja. van ja. de slimste mens. Die worden wel steeds meer Hollywoodiaans. Ja. Uh, ja. Waarin jij ook zelf ja. uh, als acteur uh, aanwezig bent. Ja. Ik acteer steeds beter, wordt mij gezegd. Ja, ja. maar het ook, uh, ja, ik vond dat ook wel altijd heel uh, erg ja. fijn om zien. Is dat iets dat je jezelf ook nog ziet doen ooit? Ja, als, ja? Wel. ja misschien wel. Prachtig. Ja. Ja, ik heb nu in elk interview de afgelopen maanden gezegd van. Dat heeft te maken met dat 60 worden, denk ik, dat je... Je doet de Maastzinger, wat je misschien vroeger niet zou gedurfd hebben. Je doet die zaalshow, ja. wat ik zeker vroeger niet gedurfd ja. heb. Maar dat is een succes. Er komen 60 extra voorstellingen. Uh, en uh, ja, acteren. Ik merk dat ik, dat, dat ik er meer vertrouwen in krijg als ik dat dan doe, voor die promospot, en dat ik dat graag doe. Dus ik zeg in elk interview van, ja, je mag me bellen. Uh, ja, ze bellen ook. Ja. Maar tot nu toe heb ik uh, altijd geweigerd. en ik zeg, sorry, ik wil een hoofdrol. <laughs> Ja. Snap ik ook wel? Ja, maar ja, ja. Dat is een redelijk onbescheiden vind ik. Maar, uh, nee, maar ik heb geen zin om een soort ja, bekende cameo te zijn. Als is, dan wil ik het goed doen. Maar, uh, maar ik denk dat uh, je... Ja. Dat is een beetje het voordeel van 60 te worden, dat je zo... Ja, je krijgt meer groeven in je gezicht en je kunt er wat meer... Ja niet het geloofd dat je 60 bent geworden, ja, ja. maar oké okay, dat er ik, zijn. Ja. Maar uh, Clint Eastwood is 31 ja. mei jongstleden 92 geworden. Yes. Dat ja. wil zeggen dat alles wat Eric van is, sinds zijn 28 jaar tot nu heeft gedaan, dat je dat nog eens kunt doen. Ja. Dat is ja. die periode. Dat is je ziet wat Clint Eastwood nog met, met de Monk uh, een paar jaar geleden... Ja, de Mule. Of de, de Mule, sorry, ja. de Mule. Ja. Ja. En nu onlangs weer al iets. Hè. Dan ja. dan, uh, ja. niet zo goed, Cry Macho. Ah, maar ik heb dat niet, ja. niet gezien. Nee, nee, het is zo'n beetje hit en miss nu, hè, bij, uh, daarvoor. Uh, maar dat was daarvoor ook al. Hij maakt elk jaar een film. En uh, doet dat op zijn gemak. Uh, ja unieke figuren. Dat ja, vind ik wel. Ooit ontmoet. figuren. Uh, ja, ik stond ermee um, uh, aan te schuiven om de concessiestand van cinema. Ja. Ik ben niet aangesproken. Hem. Nee, ik dacht dan ja, dat is zo, meestal is dat wel stressiger dan te kiezen. Van, wat wil ik wilde dus, wil, Snoep of, of crema glas of. Uh... Nee, ik heb hem niet aangesproken. Uh, hij heeft net ja. tegen een vriend, maar dat was het gekke dat ik ook wist toen, ik had hem eigenlijk moeten aanspreken, dat hij geïnteresseerd was in die remake van de Alzheimer. Oei. Hij wilde die regisseren en de hoofdrol spelen. En hij heeft ooit tegen een vriend van mij gezegd, toen dat, hij is dat dan fout gelopen, omdat ze hebben ze een scenario dan uitbesteed, aan twee scenaristen, en die kwamen terug met een scenario waarin dat de rollen van de jonge flikken groter waren dan de rol van Angelo Leda, hmm. die door Clint Eastwood, dus Clint Eastwood was plots niet meer geïnteresseerd. Um, en ik weet dat hem dan ja, een vriend van mij later is tegengekomen, uh, een vriend die ook op die remake uh, werkte, en dat hem uh, dan zei, ja, Mr. Eatwoos, uh, Mr. Itwust, jammer dat we die remake nooit hebben kunnen draaien. Uh, en dan zei Eastwood, let me give you a piece of advice on that one. Don't change a thing. Dat is wel een mooi compliment. compliment. Ja, hij had ongelijk, want het is, allee, je moet wel degelijk wat veranderen ja. na twintig jaar, uh, maar het is wel een mooi compliment. ja, ja de dus is nu ook een ding geworden. Ik, uh, ik heb de zaak Alzheimer herbekeken en gezien ja? op een gegeven moment Leda Flink onder druk gezet worden door de Rijkswacht. Ja. Uh, maar, dat zou nu niet meer kunnen, want er staat ja. een advocaat naast. Dus dat is al een schilpuntje. Ja. Oké, okay, dat is logisch. Dat is een ja, dat is een, ja. Maar voor de rest viel mij wel op, want ik heb gelezen in een interview dat, je, dat jij ooit vertelde over Ad Fundum, dat hij niet goed genoeg was, maar ik ben echt niet akkoord. Nee, ja, maar niet, niet goed genoeg. Ik vind dat wel een goede film, maar ik vind. Uh... Ja, vind ik vind dat geen, een, ja, geen een top, dat is geen een topfilm dat was, uh... Ja, ik vond het echt niet gedateerd, in het tegendeel, het is zelfs nee. heel actueel, helaas. Ja, klopt, um, ja. Maar anderzijds wat mij ook opviel, er waren toen nog heel veel uh, jonge acteurs, uiteraard, van het ja. studentenmilieu, maar die zijn bijna één voor één uitgeruid tot uh, ja. top in tot Vlaanderen. Een, ja. Ja. Mm. Ja. En in de zaak Alzheimer, opnieuw, mm. Nieuw die oefening, bijna een heel andere kaas, die in Engels zijn, en Barefoot's, en die man die een, uh, opnieuw Rijkswachtberg, Filip uh, ja. Peters, die uh, met zijn snor, die ook in dief speelt als cipier. Uh, oh, een soldaatsler nee, een nee, 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 nee. bonkoek. Je ja. speelt in um, Atfundum mee als fliek, waar dan uh, water in. Uh, uh, ja, ja. Wat dan niet. Ik weet ik niet. Beter het niet meer. En in uh, ja. de zak Alzheimer samen met our Tom Waas, de jongen Tom Waas, ja. die in in mijn scherm uh, kroop. Ah ja, ja. ja. had ja. ja, ja. Tom Waas, en die is echt niet verwacht. Ja. Um, nee, maar de, ik vond het niet gedateerd, maar de, ik vond de cast ook echt overtuigend. Tom van Land uit, um, enfin, iedereen, zelfs Victor Zaydi speelde ermee. Ja, mee. Ja, klopt. Die okay. toch wel in Antwerpen iconisch. in. Iconisch, uh, ja. Het gebeurt heel vaak, uh, want ik stel in mijn zaalshow soms de vraag van, wat is het eerste wat je denkt als je terugdenkt aan het doen? En dan gebeurt het heel vaak dat ze Victor Zaydi roepen. Ja, ik wou Terwijl toen de, uh, in het publiek sperma roepen. Ja, uh, dat kan ook. Dat, kan, dat roepen ze ook vaak. Het is dat. Waarop ik dan zeg, zaad. Ah, voilà. <laughs> Denk, Om het, uh, maar uh, nee. Victor Zaydi, Belgisch kampioen, tapkast hangen. Ja. Ik weet niet dan op bestaan. Uh, ik heb het al lang niet meer gespeeld. Heb je dat ooit gespeeld? Nee. Nee. nee, Maar ik dat zie het is, toch niet veel. Nee, want voor de mensen, dat, dat is gewoon. Iemand legt onder een tapkast, doet de tapkast open en wie het langste volhoudt met dat in zijn mond laat lopen, die wint, ja, die wordt Belgisch kampioen. En Victor Zaydi is dat twee of drie keer geworden, denk ik. Ja, ik kon in de Antwerpse kroegenwereld en studentenmilieu ook wel. Ook acteur dan. Uh, ja. ook, samen met, ik geloof, Christian Dürpel, met snel net, die ja. heeft gedaan. Maar dan ook wel in uh, relatief tragische omstandigheden overleden, een paar jaar geleden. Victor? Ja. ja uh, in Roemenië, dacht ik of zo, nee? Ja, dat kan, ja. Maar ik, ja, ik wil je ja, zeggen, als je de hele tijd de tabcast. Ja, ja, zal het niet zijn. Zond zal het niet zijn. Nee, ik denk niet dat we een gezond leven leiden. Maar is dat iets waar je uh, nog vaak over zit aangesproken, in, in, uh, rond de zaak Sanda Diaz zo zeggen, over die film? Nee. Uh, ja, hij was geprogrammeerd op uh, VTM, uh, toen de zaak liep, denk ik, op uh, en toen, heeft, toen hebben er mensen gezegd, van ja, zou je dat nu wel doen, zou je dat nu wel tonen? En dan is hij van het programma gehaald, huh? wat ik snap. Wat ik volledig ja, snap. dat uh, begrijp ik. Die film uh, liet in 1993 al ja. dingen zien... Uh, ja, ik was tegen studenten dopen, hè die film, dat is nu iets want ik ben, voor mij doen de meeste mensen maar wat ze willen, maar dat vind ik echt onbegrijpelijk dat dat nog bestaat huh? ik vind dat echt onbegrijpelijk huh? ik heb wat toen geresearched, ik vond dat verschrikkelijk hoe dat de mensen op een fascistobiede manier met elkaar omgingen en dingen lieten doen dat je denkt, hier wordt er helemaal niet beter van ik geloof daar niet in en ik, vind dat ook, ik vond het ook altijd ongelooflijk hoe dat ja, die universiteiten of de hogescholen of, zo, of, die, of die dat dat die er boven die hoofd hielden. Ik bedoel, dat zal nu wel een beetje minder zijn, uh, hoop ik. Uh. Ja, maar ook omdat vaak die uh, mensen die de handjes boven de hoofd uh, houden, ook zelf ooit gedoopt waren. En dat is ja, een bepaalde weet, kliek ja. of familie. Ik snap dat niet. Ik, bedoel, ik, 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 ik kan niet. Ik bedoel, er zit geen grijntje agressie in mij. En, en ja, dus ik, ik kan dat niet. En vaak en, uh, dronk ook niet, dus ik zou nooit gedoopt kunnen geweest zijn. Of, uh, maar, maar ja, dat haalt echt het slechtste in mensen naar boven. Mensen zijn zat en gebruiken die machtssituatie die er die dan ontstaat om zich af te reageren op andere ja. mensen. En dat is niet vriendelijk. Nee. Dat was nooit vriendelijk. Dat was altijd roepen en tieren. En, ja, dat is niet nodig. Bedoel, dat, dat is toxisch. dat is toxisch. Zeker nu, waar je ook op films en zo, of op theater zit, niet meer moet afkomen met toxisch gedrag en dingen. Dat, dat is niet meer van deze tijd Dat ja. moet weg. En ik vind dat een heel gezonde evolutie. Ja. Wel, ja, wel, dat moet. Uh, verbieden. Ik. ik zeg het niet ik vind dat onbegrijpelijk. Ja. En dat is dan zo traag, dat het dan zo afloopt. Maar Sandra DIA is niet de eerste. Hè. Nee, nee, dat is, waar. is Niet de eerste dat is waar. Ik vind En zolang het bestaat, ook niet de laatste waarschijnlijk. Nee, ik denk het ook niet. Eh, omdat je, ja, en ik vind weinig verantwoordelijkheid van, van oké, okay, ja, je kunt wel zeggen, ja, maar ja, we kunnen dat niet verbieden, want dat is een studentenclub en die moeten hun eigen dingen. Nee, ik vind dat niet. Nee, nee, ik vind dat als je gestudeerd, studeert, je in de universiteit, dan moet je zeggen, dit mag niet. Punt. Dat gebeurt niet. Ik vind dat echt getuigen van weinig verantwoordelijkheid zien van, die, van die instituten ook. Uh, maar goed, er is er ook niet te veel over. Alleen, ja, ik heb die film wel gemaakt en dat ging over, over zo'n zaak die fout loopt, uh, tragisch fout loopt. Uh, dat was fictie natuurlijk. Maar jammer genoeg is het niet altijd fictie. Uh. Want dat is bijna 30 jaar geleden, denk ik, dat had Noemer in 1993. Hola. Jij zegt, ik heb research gedaan. Ze zijn ja. ook echt in de studentenmilieus ja. gaan ja. Ja. integreren. Integreren, maar, niet, mocht mochten altijd komen volgen. Ja. En dat was altijd, ja, we werden wel aangesproken. Dat waren natuurlijk, dat zijn geen monsters, hè. dat zijn een vriendelijke. Nee. Maar, uh, maar je ziet er wel mensen in monsters veranderen. Uh, en ja, ik kan er nog niet bij. Ik, bedoel, ik kan er nog niet bij dat je plezier kunt scheppen in het, uh, in het afblaffen en het, uh, ja, en, het, en het op een fascistoïde manier omgaan met, met andere mensen. Die oké, okay, die wel weten dat dat een rol is, en dat je maar dan. Maar dan nog vind ik dat, dat is niet nodig. Dat is ook. Ja, ik, bedoel, ik heb er nooit in mijn leven geroepen op een filmset of zo. Op iemand anders. Dat zit helemaal niet in mij. Ik, bedoel, ik vloek heel veel tijdens de slimste mens. Maar dat is altijd op mezelf. Nooit op iemand anders. Uh, ik vind wel dat je op jezelf kunt roepen. Uh, omdat dat een goede manier is van jezelf in vraag te stellen. En van, uh, om te gaan met je eigen falen. Maar ik vind nooit dat je tegen iemand anders mocht roepen. Ik vind dat niet. Uh, ja, dat dan en zeker niet meer van deze tijd. En wat is, ook, zeg maar iets, Scott Rudin of zo, die bekende Amerikaanse producer. Mm. Ik bedoel, het waren niet, met MeToo zijn er vooral ja, mensen in opspraak gekomen die, die seksueel uh, overschrijdende dingen deden. Maar er zijn ook heel veel mensen ja, die gewoon toxisch overschrijdende dingen uh, deden. Uh, Ellen DeGeneres. Ook, bijvoorbeeld. Oh, well. ja. En dingen, ja, Harvey Weinstein was een combinatie van de twee, zonder ja. ja. twijfel. Uh, wat het nog, nog erger maakt. Maar ook dat ander, ja, dat moet er ook uit. Dat, ja. dat, uh, en dat is, uh, ja, dat is een gunstige evolutie. Je ziet dat natuurlijk ook uitvangt. in veel keukens van topchefs. Uh, snap ik ook niet. Daar ja. ja. ben ik ook aan van. Als ik dat zie, zet ik af. Dat is toch wel een dingetje in keukens, keuken, blijkbaar. Ja, huh? ik, uh, ja. Ik vind dat heel grof. Heb je, je altijd zet, het, uh, gehad? Ook als kleine jongen, kleine, kleine, jonge, kleine ah, Erik? Ja. Als ik, iemand, uh, ik was iemand die, als er iemand gepest werd op school nog iets dat, dat bij wet zou moeten verboden worden en dan nog ja, altijd te veel. Oké, er zijn echt inspanningen geleverd om dat tegen te gaan, maar toch krijgen ze het er niet helemaal uit. En moet dat volgens mij te doen zijn om dat eruit te krijgen. Uh, als er iemand gepist werd, ging hij altijd uh, op gevaar van, van, van zelf uitgestoten worden. Ik ging hij altijd helpen. Dus ik, uh, of ook als er iemand... Ja, als, je, ja, als ik... Uh, Ah, vroeger uitgingen in een discotheek of zo. ik ben er heel gevoelig aan, ben er heel gevoelig aan. in een discotheek vroeger in Antwerpen wist ik twee uur op voorhand, ah, je zei hoor en, en die het, discotheek stond vol en daar stond die groep en daar stond die groep twee uur op voorhand, wist ik al waar het er ging gevochten worden twee uur op voorhand, en. en dat was ook zo ik kon dat meestal al ik mocht, dan was ik al lang weg hè. Allee, niet weg, maar bedoel, ik was in ieder geval zorg dat ik uit de buurt was uh, jij voelt dat komen maar ja, ik voel dat komen en ik uh, en ik verstaan dat niet ik, uh, er zit echt geen, ja, geen grijntje agressie in uh, mij. Uh, nooit gevochten? Nee. nee. Ik heb wel een keer klop gehad, maar dat is een andere verhaal. Maar, uh, andere rol. maar uh, nee, nooit gevochten. Okay. Maar ook toen, ik wist dat ik klop ging krijgen. Dat te maken met een vrouw. Uh, en ik heb me ook voorgenomen... Als ze, als ze, ja, als ze mij tegenkomt... En hij had ik gezegd van... Als ik, uh, als ik hem teken, ga ik in mijn kar slagen. Dus ik wist dat dat vroeg of laat ging gebeuren. Maar ik heb me ook voorgenomen ik kon niet terugvechten. Wat er ook gebeurt. Ik ga lopen, ik mijn bril afzetten. als ik op tv kom. Ik mijn gezicht beschermen. Uh, maar ik vecht niet terug. Dat Escalatie, niet escalatie-vermijdend gedrag. Ja, wat ja. ook wel gewerkt heeft. Want je lijkt me één keer. Ja, het is gênant. Ik ging eigenlijk gewoon liggen. Ik dacht, ik ga liggen. Ja, Oké, okay. ja. dat is ook wel een raar zicht. Je weet het, ja. Ik dacht, nou, wat ga ik nu doen. Oké, okay, bril af, want ik kom op tv. Gezicht beschermen, dus omdraaien, de rug. En dan ben ik gewoon liggen, denk ik. En heeft hem een keer in mijn rug gestemd. En dan is hem ook gestopt. Omdat ik hem, uh, hem ook wel voelde. Hier is weinig eer bij te vallen. Het, zo ja. het zou zomaar een scène uit Dr. Trietsmans kunnen zijn. Het zou een scène kunnen zijn uit eender welke ja, wel psychisch drama. Maar, uh, het is wel drie ja. weken geleden, zei je. Net. Uh, het is langer geleden. Het is langer geleden. Ja. Nee, nee, ja. ja. Ja, nee, dus, dus, uh, nee, vechten kan ik echt niet. Ja, want je ziet daar nog soms opduiken, in die filmpjes waarin je ziet: jonge meisjes op uh, een speelplaats worden uh, geagresseerd door uh, ja. klasgenoten. Dat is uh, zijn onwaarschijnlijke beelden. Ik ja. zag ook onlangs een vader die dan naar die school ging om ja. die jonge gasten zelf Geertes. de vuist te geven. Ja. Ja. Uh, hoe kijkt u naar? Ja, dat is een moeilijk dingen. Je, nou ja, uh, je mag het nooit terecht in eigen handen nemen. Hè. Um, maar het gekke is dat ik toen wel sympathie had voor die vader. Veel mensen is mij opgevallen. Ja. Veel mensen, ja. veel commentaren. Terwijl het die... echt niet kan. Nee, je nee. kunt echt niet je eigen. Allee, dat is waar, hm. je moet dat niet. Nee, nee, maar... maar ik merkte dat ik toen, toen ik een vrouw las, want ik weet om waar je gerefereerd uh, dat ik sympathie had voor die vader. Omdat dat moet ook het ergste. Uh, ja, een van de ergste dingen zijn die er zijn: dat je kind gepest wordt uh, en je kunt niks doen. En je weet dat dat schade en blessures aanricht voor de rest van dat kind zijn leven. Huh? En het kind is ook uw leven, dus ik, be, ja, dus ik begreep ik je begrijp vader. Zowel, bovendien, als ik die beelden zag, het was ook niet zo van zwart-wit, van de vader sloeg die kinderen dan. Nee, nee. Hij werd, werd serieus teruggeslagen ook, dus het was, was, was sowieso iets genuanceerder dan dat. Maar ik, ja, ik, ik begrijp het niet, ik begrijp niet dat uh, uh, Maar goed, het is niet Je kunt zeggen, dat ja, het betert, ja het wordt beter. Omkadert. Ik denk dat er, dat er meer uh, aanspreekpunten zijn. Of dat je... Maar anderzijds ja, zet het zich dan niet helemaal over naar het elektronische pestgedrag, het uh, mm. cyberpestgedrag. Uh. Dus je kunt eigenlijk moeilijk zeggen dat het echt betert. Ja, dat je verplaatst het verplaatst zich. Klopt. Maar, ze hebben maar vaak met dezelfde gevolgen natuurlijk. Mm. Uh, met mensen die uit het leven stappen of weet ik wat, of, uh, ja, Ik begrijp het niet. Ik begrijp niet hoe dat je. Ja, nou, ja, ben dat ik ben er zeggen, heel triestig van. Als begrijp. je het vertelt, dat ik er triestig van. Ze zeggen vaak dat kinderen uh, hard kunnen zijn. Dat is ook zo. in veel ja. pesten. Maar ik denk soms ook zeker, sinds het ontstaan van... Uh Zaken zoals Twitter en zo, dat ja. volwassenen wel. Heel veel pistje ja. vertonen. omdat ja. ze lekker dapper, uh, anoniem. Ja. meteen nog naar de zolderkamer met hun vuile vingertjes uh, dingen zitten te typen die ja. op niks slaan. En, ja, die uh, vaak ook niet waar zijn. Nee, waar zijn dan breng je dan... Het is gemakkelijk om fake ja. news te verspreiden tegenwoordig. Ja, ja, ja. Uh, ja. En tegelijkertijd heel duidelijk. Druk als bekende mens niet op reageren. Dat is moeilijk. Je kunt er bijna niet op reageren, omdat je weet van, ja, de reactie zal het erger maken dan het. En komt dan het, op, komt er aandacht op. Dat is moeilijk. Dus kunt, uh, maar, uh, maar goed, dat is nog iets anders, maar, maar, dat, maar dat is ook een vorm van pestgedrag zeker. 100% dat ja. Wel, ja dat, uh, absoluut. Ik, uh, ja. ik zie natuurlijk ook advocaat in mediarecht. Ja, ik weet, krijg op ja. dat vlak in sociale mediazaken heel veel, bijna dagelijks, aanvragen ja. van mensen Waarover uh, leugens worden verspreid, op Twitter ja. bijvoorbeeld. Of, of. Ja. En, en, en die vragen dan, maar ja, actie ondernemen, maar dat is soms wel een afweging. Je wilt dat ook niet overbelichten. Nee, ik weet het. Nee, dus uh, ja, ja, ik is denk de... dat jij waarschijnlijk ver, me nog altijd de raad zult geven: van ja, weten het uit. Het hangt er een beetje vanaf je. hoe ver het gaat. Ja, ja, okay, hangt er ja. een beetje vanaf, sommige dingen kunnen echt niet door de beugel. En, ja. en andere zaken zijn ook gewoon privé uh, soms. Ja. Um, op dat vlak, even terug gaan naar uh, Ad Voendom. Want ik vond uh, op dat vlak, Tom van Bauwel denk ik, Guy ja. speelt hem. Uh, ja. Ja. Uh, zeer overtuigend. En ja. dat is ook wel de rode draad in al uw films. Ik, ik heb eigenlijk geen enkele film gezien waarin een acteur een miscast was. Ja, uh, dat was vriendelijk. Uh, nee, ja. ook Stijn van Opstal. We hebben de naam al aangehaald in. Ik denk een van de beste bad guys ja. uh, die ik de laatste jaren in Vlaanderen heb ja. zien passeren. Uh, ja. Fantastisch. Uh, je, je begint er bijna van te houden van zijn manier ja. van communicatie en zo. Heel mooi. Ja. Uh, die casting, is dat iets waar. Jij altijd, uh... Uh, ja, altijd enorm mee bezig. Ja. En ook Zo. het laatste woord altijd, ja. Ja, het laatste woord in, in overleg natuurlijk met, uh, met, de, met de producent Hilde de Laar. En uh, uh, ja, ik kon nu geen acteur casten die zij helemaal niet graag heeft. Dan zoekt iemand die ja. uh, probeert wel te overtuigen. Uh, ja, de Kunde Bouw zegt mij dat altijd. Koendebouw uh, complimenteert mij altijd met de casting. Ja. Uh, ja, ik besteed er heel veel aandacht aan. Ik doe dat meestal ook zelf. Ik laat dat niet door castingmensen hm? uh, doen. Ik, uh, ja, het, is eigenlijk, het is eigenlijk simpel hoor. Ik laat acteurs komen en ik laat ze die scène spelen. Hm? En soms kun je denken van ja, moet dat wel? Je weet toch wat die acteur kan? En, en soms doe je dat wel. Maar toch wil ik zeker zijn. Ja. Omdat ik denk van ja, oké, okay, waarom moeten nu zeg maar iets, Philip Peters of uh, uh, of zelfs Coen de Bouw of Peter van de Begin, waarom moeten die nog komen? Maar, je zou normaal gezien moeten weten van wat die kunnen en wat die niet kunnen. En dat is zo. Maar toch ja. Ik vind het dan ook een, een, een ja, eigenlijk respect voor hen. Omdat, ze, omdat je zeker wilt zijn dat zij ook niet in iets terechtkomen dat niet, niet voor hen uh, geschikt is. Uh, ik, wil het echt, uh, ik wil het zien. En dan pas ben ik zeker dat, uh, dat het goed is. En meestal weet ik wel ongeveer van ja, ik, ik laat hem komen of haar. Uh, en je weet dan wel van dat het goed zijn. Uh, maar soms kunnen we ook vergissen. En soms kunnen we ook iemand laten komen waar je denkt van ja, we zijn wel geschikt, maar dat dan wel is. Maar, maar ik, ja, ik ben daar heel lang mee bezig. Er is ook een reden waarom dat er maar onder zes jaar een film van mij verschijnt. Ja. Scenario ben ik heel lang mee bezig, casting ben ik lang mee bezig, montage lang mee bezig. De Perfectionistisch. Ja, ik heb uh, niet het talent van Stanley Kubrick, heb ik wel eens gezegd, maar wel het geduld. Ah, voilà. ja. Ja. <laughs> Want je hebt ja. ooit ook Matthias Schoenarts bij u thuis in Borgriju laten komen, denk ik. Om even voor de loft was, dat, of voor de Vlaamse loft, ja. uh, om even auditie te doen. Weet je dat nog? Was dat bij hem? Uh, Ik denk bij u thuisken? Of ja, Riesen nu? kan, ja, dat zou kunnen, ja. Nog andere ja. acteurs ook uh, die thuis zijn geweest. Uh, ja. Ja. Maar jij weet meestal na twee minuten van oké, okay, dat is hem. Of niet? Ja dat, wel. Ja. 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 ja, dat wel. Want je bent nu een gevierd regisseur, dus je kunt natuurlijk op ervaring tegen, maar ook op een, een netwerk en een ja. basiskennis over acteurs, of, of expertkennis. kennis. Ja. Uh, bij Advoen was dat nog niet. Je studeert avond Hoe gaat dan dat traject richting je eerste film? Is dat niet extreem moeilijk? Ja, dat is moeilijk, ja, twee kortfilms gemaakt. En, uh, en dan, ja, Mark Punt moet ik heel denkbaar zijn. Hij was de producent en scenarist van Advoen. Maar van de als een Fairtrade Trade is hij ja, het geloof ik. Wat hij, mee, wat hij nu zelf regisseert. Maar uh, hij was toen op dat moment voelde hij zich niet rijp om te regisseren. En hij vond mijn kortfilms wel goed. Ik ken hem ook al vrij lang van ervoor. Dus hij heeft me die kans gegeven om Hetvoedum te regisseren. Wat echt niet evident is om daar een, een gast zonder veel setervaring te geven. Er grote scènes in en. en uh, ja, ik bedoel, uh, ik ben daar enorm geholpen. Ik ben enorm geholpen. Mee, het uh, er was ook een ding, er, was, er zat ook wel Hollands geld in. Um, en er was zo... Hugo van Baren heette die man. En dat is de man die uh, met de travelcar reed. De, oh ja. de machinist. Maar dat is een belangrijke functie eigenlijk. Oh. Met die, uh, alle, alle functies zijn belangrijk. Maar die had heel veel films met Paul Verhoeven gedraaid. Die had uh, alle Nederlandse films met Paul Verhoeven gedraaid. Paul Verhoeven was voor mij sowieso een idool. Um, en um, ja, die kwam bij ons op die set werken um, en ik was natuurlijk heel blij. Ik dacht dan we de machinist van Paul verhoeven en dat gewoon heel goed zijn. En dat was ook heel goed, want die man was fantastisch. Maar die, dat was wel een Hollander en die stelde mij wel op de proef. Maar dan zei ik zo als beginnende regisseur. Ja, ik zou het dan zo en zo doen en die daar zeggen. En dan, en dan zei hij zo. Nou, dat zou Paul nooit doen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hoe dikwijls dat hij dat tegen ja. mij gezegd heeft? Nou, dat zou Paul nooit doen hoor. Ja. Dat ik dacht van, oh nee, misschien doe ik iets verkeerd. Ja. Uh, nee, maar veel van geleerd. Maar, uh, nee, maar ik wil maar zeggen, ik was toen heel onervaren. Uh, ja. Er zijn scènes die gedraaid zijn ondanks mij, denk ik. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar bedoel, ik heb een hele goede assistent, Gert Tenbricks, uh, Willy Stassen, een geweldige directeur de foto. Mm. En voor de rest uh, waren we een bende jonge acteurs, we ook al beginnen mm. We waren, waren allemaal ontzoeken. Ja, maar wel allemaal ja, toppers. Allemaal ja, ik uiteindelijk. maar wel allemaal zoekende mensen daar op je set. Svend Riedert om een ja. land noem ja, het maar ja. op. Ja. Uh, de uh, Axel Daasleden. Axel Daasleden. Ja. natuurlijk ook. Ja. Ronnie Waterschot. Ook. Ja. Um, ja. ook wel wat Nederlanders inderdaad die je gemakkelijk kon betrekken ja. uh, in de casting. Dat is misschien ja. wel handig, B.N.E. Uh, gewijs, ja. centen. Ja. Uh, maar van waar ken jij punten punt eigenlijk? Want het is toch een paar jaar ouder als jij. Uh, nee, die is dezelfde nee? leeftijd, denk ik. Excuus, nee. excuus. Excuse. Nee, Mark, uh, dus, uh, ja, Mark, uh, Mark. Ja, Mark. Excuus, Mark. Ja, Kendrak van. Uh, uh, ja, we hadden samen een week in een tent gelegen op het festival van Deauville, het filmfestival. Hmm? Wij waren allebei 18, denk ik. We wilden een filmfestival, filmsterren ontmoeten, wat trouwens gelukt is. we hadden geen geld voor een hotel. We hadden eigenlijk maar geld voor één tent. En ik kende hem eigenlijk ook niet zo goed. En we hebben denk ik een week. Met vieren in een tweepersoons tent gelegen. En dat schept uh, band. een band. Daar ken ik hem van. En de markt trok hem af. Ja, hij was toen een fotograaf. Uh, dus wij deden de interviews en hij de foto's van. Uh, ja. van. En dat, daarom heb ik hem leren kennen. En ja, dat schept toch wel op een manier een, een band. Oh. Bedoel, waren, wij, wij waren de jonge, ja, de jonge mensen die de filmwereld wilden bestormen. Uh, wij wilden films maken en schrijven. En, en over films schrijven en filmsterren ontmoeten. Ja, dat was er allemaal bij, alleen op 18. Maar amper één jaar later, denk ik, heeft hij dan zelf een filmfestival geregisseerd in knokke heist waar Dennis Hopper en Paul Verhoeven oh, nee, en Robert Altman uh, te gast waren, dat was indrukwekkend. Dat uh, heeft hem wel 17 of 18 jaar moeten afbetalen, denk ik. Het was niet echt een succes, maar... Uh, maar dat is, ja... En ze zijn distributeur geworden. zijn distributeur ja. geworden en dan, ja... Een hele straffe gast, maar... Dat was dus... voor Dief nog, dat festival? Ja, ja, ja dat was voor... Alles. Dief was het ook van hem, hè? Ja, maar ik kwam na. Ik denk, een dief, uh, ik denk het na het uh, na Fundum is She Good Fighter gekomen. Ja. En dat heeft hem al zelf geregisseerd. En Dief heeft hem ook geregisseerd. En dan is hij blijven regisseren met hem, dat ja, ook, uh, ook heel goed kan. Wat ik ook wel opvalt, van de films van die periode, dan heb je het over She Good Fighter, uh, Boys ook, uh, ja. Ad Fundum. Expliciete vrijheid zijn wel. Ja, uh, klopt. Ad Fundum ja. telt ook een paar. En gecombineerd met humor ja. uh, viel mij op deze week, want... In een scène waarin uh, Tom van Bouwel heet hem geloof ik, die dan hier speelt, de prezes uh, op een capot van een auto... Ja, uh, Gia Caravaggia. Uh, ja. uh, omhelst of innig ja. knuffelt met, uh, met ja. Ja, de dame naar haar naam op te klip. Daniel Popper. Ja, poppen. Popper. Ja. Uh, ja, dat waren een, forse scènes en die hadden... Ja, dat was een wonder dat wij dweepten met Paul Verhoeven. Paul Verhoeven ja. was toen... Ja. Ja. Dat was een Hollander en die was aan het maken in Hollywood. En ja, dat was mede door het feit dat hij... Uh, ja, heel pikante scènes, maar zo ja, spetters, uh, Slaat van Oranje, de vierde man, ja. Ja, dat, er zat altijd veel erotiek in en, en heftige erotiek. Ja. En dat maakte die films natuurlijk vooruit, uh, mede tot een groot succes. En uh, wij dachten van ja, we hebben dat ook kunnen, we hebben het ook strafvergaderd. En bij als... ons was het een beetje geforceerd, vond ik, als je de scènes dan ziet. Maar, uh, uh. maar het is wel gelukt, het is wel volkomen kijk. Ik vind ja. die van, uh, van Tom van uit was misschien wat, wat het was, het was, ja. uh, bijzonder. Ja. Uh, maar het is ook wel gekruist bij humor. Want na de vrij zijn van uh, Tom en Babbel, ja, kom je ineens die frietzak met die mayonaise. Ja, klopt. Ja. Uh, dus dat's, dat's, dat's uh, dat is een kniepogel dat ja. plezier ja. is. En knipoogjes er houdt Heer van Loyal al van, mm. mij mij. Want ook de Antwerp speelt altijd wel een rol in uw film. Ja, hè? maar dat is ook... Ja, voor de rest zijn er niet veel... Bijvoorbeeld, ik heb heel weinig cameo's. Chef of dat Gerard. ik vind... Uh, die wel, ja. Maar, maar, maar het mag niet opvallen. Mag niet, je mag niet... Je mag niet uit die film gehaald worden, je mag Jeff Gerrard wel even zien, maar je mag zeker niet denken van, ik, bedoel, het is zo, ik vind het belangrijk van niet te veel afgelaten te worden. En die hints in Antwerpen zijn zo subtiel soms, dat je ze echt moet gaan zoeken. Hè. Soms, uh... Ja, maar een, een Beerschot supporter als Jan Bervoets, die in een antwerp ja. fluit, hoe kunnen die man overtuigen? Uh, wel, um, ik dacht van, ja, we gaan, we gaan dat doen. Uh, op een bepaald moment ga ik het antwerpen lid laten fluiten. Ik had al te doen door Jan Bervoets, die een Beerschot supporter oh, is. Ja. Dat lijkt me een goede inside joke. Um, hij wilde dat niet doen. Hij zei, sorry Erik, dat kan ik echt niet maken, ik wil dat niet doen. Ik zeg, ja, Jean, dat is geen probleem, dan zal ik een andere acteur zoeken. Hij uh, <laughs> zei, jammer, maar, jammer, jammer, jammer. Hij zag wel dat er nog een film gewonnen Oké, okay, ja, ik zal het wel doen, ik zal het wel doen. En uh, ik zeg, maar, dat, is, dat is gemakkelijk verlopen. Maar dan achteraf gaf hem interviews, en dat was wel heel slim. Um, en dan zei ze ook tegen hem, Jeanne, je fluit als Bervoets supporter het Antwerp Clublied. Hij uh, ah, zegt, hem, ja, maar dat is niet Bervers hè. Dat is het personage, het antwerp en Het personage is het grootste krapul van de film. Natuurlijk is dat een Antwerp-supporter. <laughs> Die ja. dat is ook wel goed. Dat heeft klassiek zijn. Klassiek Ja, ja. 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 Heet uh, dan de rood-witte pilletjes en, en de radiostem zegt Pearswood Antwerp 03. 03. Ja. 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 Um, Op het allemaal kleine dingen. Hè? Dus niet dat, dat is waar, uh, ja, ja, ook zoals de nummerplaat in de zaak Alzheimer is dan IAM469. Ja. IAM469. Ah ja, dat was nog van Alzheimer. Van Alzheimer, ja, voilà. ja, van de, ja, klopt. Ja. Uh, en, het, en het plassen op de uh, BMW's. Van waar die aversie voor BMW? Ja, dat is uh, ingelepeld door uh, mijn opvoeding. Oké. Okay. Mijn ouders kwamen niet tegen BMW's. Die die um, ja, die werden er triestig van van BMW's. Ja. Nu pas op, bij BMW. Ik heb heel veel vrienden die met BMW's rijden. Ik heb gisteren nog niet aan hem meereden trouwens. Je hebt het ja. overleefd. Ja, heel goed. Ik ben uh, wel moeilijk Ongemakkelijk. Ik vind dat je er vaak ongemakkelijk in zit. Maar uh, ja, je geeft tenminste een BMW en dan begint zich anders te gedragen. Uh, is toch heel vaak. En, uh, ja, en mijn ouders vonden dat toen ook. en die, Wij zijn letterlijk twee keer verhuisd, omdat er iemand met een BMW naast ons kwam wonen. alleen man, dat is wel een beetje next level, nee? Mm -hmm. Ja. Mijn ouders zijn wel een beetje next level. <laughs> okay. maar, uh, nee, ja, die konden dat niet aan. Dat was zo... Die, en die MBMW BMW die stond daar maar al heel de week dat was niet een eerste nacht een tweede nacht zo, in de garage en dan zaterdags werd die uitgereden en werd die gedurende vier uur gewassen zo'n soort ja eigenlijk die kon daar niet aan kon daar niet aan heb de ja. de liefde voor film vanuit uh, de schoot van je ouders meegekregen of niet nee, nee. nee dat niet per se nee, dat was echt gewoon zelf uh, hoe verklaart je uh, dat uh, uh, ja gewoon ik, zeg, ja, ik zeg, uh, ja in de cinema ja, Jaws is een van de films waar ik zeg: van ik dacht van dit wil ik continu meemaken, dat gevoel. De Poseidon Adventure was ook een heel belangrijke film. Of die schiet bij Capsijs. Nog een remake had? Ja, weet het. Dat was ook. Top film. Ja, maar. Nee, dat was Een aantrekkingskracht Een magnetische aantrekkingskracht die je moeilijk kunt verklaren, of ook niet wilt verklaren. Niet moet verklaren. Ja, het is gewoon. Uh, Liefde op het eerste gezicht. Ja. ja je kunt zeggen: maar ja, waarom dan niet voor theater of zo? En, 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 want maar dat is het vreemde. Want theater is echt, als je ziet echte mensen voor u. Um, en film is een projectie van licht. En is niet echt. En toch ja, is dat voor mij veel echter en, en, en groot. Hè. groot. Waar, waarom begonnen we naar de cinema? Uh, waarom begonnen we naar de voetbal? Om de wereld te ontstijgen. Well, toch, dat is toch een van de dingen. En, uh, om de wereld te vergeten heb je, en, en om, om de wereld te overstijgen. En dat doen ze inzien Maar die mensen, ja, die, als je een close-up van Sergio Leone uh, ja, Clint iets goed, daar, is daar bij wijze van pek, he, ja 20 meter op vijf meter. Het is een kop. Ja. En dat is plezant. Dat, dat is plezant dat je weet dat je ja, dat je het gewone overstijgt en dat je. Uh, dat heeft me altijd uh, geweldig aangetrokken. Ja. Ik, uh, ik kan het niet meer eens zijn met die stellingen als, uh, als dat. Ik heb gisteravond, ik heb het al straks ook even verteld, uh, Elvis gezien, de nieuwe ah, film ja, ja. van ja. Baas Lurman. Uh, ik had net dat gevoel opnieuw. Ik word niet snel van mijn sokken geblazen door films, steeds ja. minder ook. Ja. Misschien zijn ik uh, ouder word of ik word liggen als opa spreekt. Maar, ja, maar ik heb uh, ik het zelf ook. Ja. Ik, vind, ik, ik word veel minder als vroeger van mijn sokken geblazen. De laatste keer was met Joker, van Joker Phoenix, vond ik echt ja. fenomenaal. Maar nu met Elvis eigenlijk ook. Um, dat overkomt u ook weinig de laatste tijd, begrijp ik ja, maar ik heb het wel heel graag als het me overkomt. Ja. De, de Batman bijvoorbeeld was de laatste echt van de sokken geblazen ja, ja en dat zijn dat films leuk. dat je wel in de cinema wilt zien ja. dan ja, ja. niet ja. op tv thuis ja. top gun echt nieuwe. van de sokken ja dat is echt goed vind ik maar niet gezien ja dat is echt heel goed ja. maar ik, ik moet zelfs klappen want ik, ik doop mijn eigen niet spontaan als filmfreak maar ja. ik heb eigenlijk de eerste nog <laughs> nooit ja, je hoeft ja, eigenlijk niet te zien. Ja, okay, deze is echt heel goed. Toch is het een geweldige openingsscène, alle right stuff, waar een geweldige klassieker is. Ah. En uiteindelijk met een half uur durende James Bond scène eigenlijk heel goed. Okay. Tom Cruise, ja, echt heel goed. Oh, omdat het lang hij heeft lang geworsteld met, met zo de Scientology-ding dat dan aan hem kleefde en dat er, dat er dan ja, niet meer afging, waardoor het bijna een bijna ster af was. Maar nu is hem echt ster terug. Ik vind het echt uh, heel straf. Ziet er ongelooflijk goed uit. Die is even uit als kiek. Um, ja. ja, die ziet er goed uit. Ooit ontmoet? <laughs> ja. Ja. ja, kort. Toffe gast? Heel vriendelijk. Ja, oké. Okay. Heel vriendelijk, maar ja, wel zo'n soort vriendelijkheid waar je denkt: van, ja, is hij nu echt vriendelijk of is hij gewoon lidkaarten voor Scientology aan het verkopen? Uh, Ik heb drie lidkaarten intussen. Ja. Oké. Okay. <laughs> Dat is niet waar. <laughs> maar, um, ja. Heel moeilijk met te werken, waarschijnlijk. Zijn dus bijnaam is de 500-pound gorilla. Really? Ja. ja. Uh, voor van een gast van 1,62 meter. 62? En, ja. N, ja. 1,71 meter. 71. Maar... Oh, uh, nee. Maar... Um, ja, heel moeilijk met te werken. Baas, we is een baas. Wel veel uh, topfilms gemaakt, vind we ik. veel topfilms gemaakt. En ja, weet heel goed... Uh, ja, weet je heel goed... Uh, like, Top Gun speelt hem echt fantastisch. Okay. Een filmster. Er zijn niet zoveel nou, filmsterren meer. Te weinig. Er zijn er niet zoveel meer. Ja, te weinig. En ja. hier in Top Gun... Dat is echt een film met een filmster in de rol van een filmster. En uh, dat was echt leuk om te zien. Uh, ik, maak, ik was echt een nerd vroeger. Hij nu nog, maar vroeger nog meer dan nu, denk ik. Ik maakte van die lijstjes, van die rankings, ja, van de beste films. En elke ja. keer als ik een film had gezien, op een duur tot twee cijfers naar de komen, want ja, anders past ja. er niet ja. meer tussen. En Ice White Shut heeft heel lang op drie ah, is? Heel lang, ja. ja. Ik ja. was wel een Kubrick-fan ook wel. Ja, ja. Ja. Uh, zeer ja, cool. speciaal regisseur. En ja. um, jij? Nooit van die lijstjes gemocht? Nee ja wel. wel oh, nou, ja. En, en zo, ja, ja. Zou er nu, uh, nu nog een top 3 kunnen maken? Ja, dat, er is altijd een verschil tussen, tussen wat uw lievelingsfilm is en wat uw, de beste film aller tijden is. Hè. Als je zegt, wat is de beste film aller tijden? Ja, Citizen Kane, die vaak genoemd wordt, vind ik wel, dat vind ik wel heel straf wat dat door gebeurt. Maar dat is emotioneel, doet die film voor de rest niet veel. Uh, Apocalypse Now, omdat ik die op het juiste moment heb gezien. Uh, Fandango is mijn lievelingsfilm. Heb je dat ooit gezien? Nee, Kevin Koster. Even gesleeën, toch? Even gesleeën, als ja, van 87 of zo. Het gaat over uh, ja, vier of vijf jongelui die heel moeilijk afscheid kunnen nemen van hun jeugd. Huh? Ja, dat heb ik ook. Oké. Okay. Ja, of toch, zeker toen, dat ik uh, ja, vind dat daar een heel mooie film. Maar uh, nog, ja, Apocalypse Now komt heel vaak terug, denk ik. Uh, ja, was dat wel in Taxi Driver, Clockwork Orange, Dog Day Afternoon? Eigenlijk alles wat je gezien hebt ja, toen man. je 14, 15 jaar was. Dat is bijna voor iedereen een beste film. Wat is uw beste film? Uh, opeens stond heel lang, en ik denk eigenlijk nog steeds Scent for a Woman. Uh, ja, nee. ik vond die echt fantastisch. Alle. Ook vooral door Al Pacino, ja. die dat, uh, voor mij de ster van een hemel acteert. Uh, ik heb heel lang Scent for a Woman, de pianist, Ice White Shut gehad. Nee, en dan ja. Clockwork Orange, en dan ging ja. het verder. Ja. Blockwork vind ik ook echt fantastisch. stond in mijn top 10 ook. Uh, ja. Ja. Echt, uh, in Chinatown. Uh, de ja. laatste 20 jaar bijvoorbeeld. The Wolf of Wall Street is ook wel echt ja. hoog binnengekomen. Ja, ja, ja. uh, Joker. Misschien dus maakt je lijst nog? Je uh, je in mijn gedachten. Niet meer ja, aan de computer. Ja. Ja. Dat zou een beetje uh, ja. overdreven zijn. Ja. Maar in mijn gedachten. Ik probeer het wel af te meten. Maar ik ben ook wel een baas Lurman van. Ik vond The Great Gatsby ook echt wel goed. Dat is Amerika. Ja. Dat is Amerikaans. Ik hou daar wel van. Ja, een spectaculaire. Maar, uh, ja. Nee, we ja. hebben hem niet, ik kan hem straks zien. Ja, voilà. Ja. Uh, we spreken natuurlijk over wereldsterren, over uh, filmsterren. Uh, nog voordat de Lofts uh, uw pad kruisten, heb je ook met een uh, wereldster samengewerkt. Een Oscar-winnaar nou denk ik. Mickey, Mickey Roar. Nee, geen Oscar-winnaar. Ja. Nominatie. De de nominatie voor The wrestler. Ik de ja. Uh, ja. Uh, denk dat toen Champagne uh, voor Milk heeft gewonnen. Dat jaar, 2018. Ah, dat zou kunnen, Ja. ja. Dat zou um... dat is al kwaad geweest zijn, maar ja, dat is natuurlijk zijn probleem. Als je ja. zoveel tegen iedereen zijn kar hebt geregen, dat is dan het verschil tussen een nominatie en een Oscar. Ja, de, ja, ze dat konden ik. er niet, hij was een fantastische vertolking in de wrestler, dus ze kon er niet naast. Maar ik ben zeker dat hij hem zou gewonnen hebben. als hem, uh, Hij heeft zich wel min of meer gedragen in de aanloop tot die Oscar-uitreiking. Maar die heeft echt zoveel mensen beledigd en zoveel, oh, zoveel mensen uh, ja, op, op een... Uh, niet koosere manier behandeld uh, dat uh, ja, dat het uiteindelijk niet gelukt is. Uh, dus, uh, dat hebben we soms hè. Die, ja. Uh, Als we hier... een scène een warme man hoor. Hij uh, is naar hier gekomen. in Antwerpen, toen de mama van Matthias Koeners overleed. Om hem uh, steun te bieden. Dat is wel mooi. Zo'n van onder naar hier gevlogen. Nee, hij, hij is... Uh, ja. En hij is uh, oh, sowieso ook met mensen... Ja, hij is iemand met blessures. wat ik in principe interessante mensen vind. En, uh, en als je dan zelf een blessure hebt, dan, dan herkent dat ook direct. Dan heeft een ook direct heel veel empathie mm. uh, um, Maar waar hij een absoluut probleem mee heeft, is autoriteit. Hij is heeft lastig. ruzie met alle regisseurs. Hem, met, met, met mij kun je niet ruzie maken. Dus met mij was geen ruzie. Met mij deed hij hem gewoon aan betand. Maar hij um, heeft ruzie met alle, alle regisseurs. Uh. Want ik weet nog dat moment... Zelfs de grote ik... namen, want ik ben nu Erik van Looij, maar ook Alan Parker, ja, weet je met wie het, dat hem geen ruzie had met Michael Cimino, okay. en met Michael Cimino, de grootste dwarslieger is uh, of was van Hollywood uh, en zelf komt constant tegen dat systeem inbeukte. wat ook het einde vroegtijdig einde van zijn carrière betekend heeft voor Mickey Rourke eigenlijk ook. Ja, die de rebellen, die vindt hem fantastisch. Dat klikte. Ja, dat klikte. De rebellen, maar, maar met de gewone mensen kon hem niet. Uh ik weet nog het eerste moment dat ik las dat uh, Mickey Rourke in een Vlaamse film zou spelen, of toch een film aan Vlaamse bodem. Ik was, ik was echt geschrokken, omdat ja. ik, uh, ik ben opgegroeid ook met Harley Davidson en The Marlboro Mar Man. Ja. Vond ik eigenlijk ja. wel een leuke film ja. in mijn jeugd. Uh, maar hoe, hoe is Mickey Rourke ooit uh, daarin beland? Of, uh, ja, over geld. Ja, ja maar hoe, hoe, hoe kom je mm -hmm. met hem in contact? Of, of waarom Mickey Rourke? Uh, hoe is Shades ontstaan? Dat is de vraag. Um, ja, toen ik erbij ben, was het altijd devant met Mickey Rourke te draaien. Er zat een Amerikaanse co-producent, er zat Amerikaans geld in, denk ik. Um, en uh, ja, op een of andere manier dat ze hem dat uitgelegd, had, dat het over uh, ja, uh, figuren aan lager wal ging. Uh, zowel de regisseur als de producer als, als de acteur in die film. Uh, ja, en dat spreekt hem wel aan. Hè? Dus die ja. is iemand die er, ja, gesproken is door, ja, door blessures. Als een personage met blessures kan spelen, dan vindt hij dat heel goed. Alleen had hij scenario denk ik niet gelezen. En dat hadden we misschien wel moeten doen. Uh, ja, maar. Uh, nee, hij, hij, was, uh, ja, hij is gevraagd. En, en ja, op dat moment in zijn carrière was dat ja, was bottom. Ja? Ja, dat was rock bottom. He, dan, ja. anders, uh, ik denk dat hij gewoon een prijs heeft gevraagd en hij heeft hij gekregen. En het duurde ook heel lang voor het Amerikaanse. We waren al drie weken aan het draaien. Dat dat geld nog niet op zijn rekening stond. Oh. Weet ik wel. Uh, eigenlijk moest hem na één week komen. En na één week passen we nog niet en dachten we, we dan nog een paar andere scènes dus draaien zonder hem. En al twee weken was hij we er nog niet. Allee, man. En dan ja, zijn we nog wat doorgedraaid. Het ja, is een scène waar hij geconfronteerd wordt met Jan de Kler. Uh, in een soort shoot-out. Ja. Uh, redelijk spectaculaire scène. Ja, we hebben eerst... Want Jan de Kler is ook weg voor een andere film. Dus we hebben eerst alles mee aan de Kleer gedraaid. Aan de ene kant. En dan twee weken later zijn we teruggegaan naar de locatie om alles mee. Mickey Rock te draaien. Maar dat lag niet aan hem. Ik bedoel, ja, het, was, uh, het geld stond niet op zijn rekening. En hij kwam niet. En dan waren er een hoop dingen die... Uh, hoe oud was hij toen? Hoe oud was hem toen? Ja, nee, jij. Yeah, yeah. ah, ik, ik, uh, ik was in 99. Ik was 37, denk ik. Toch ja. jong. Ik wil ja, zeggen, ja. je had daar nog niet veel meegemaakt, Dat nee, was nee, een nee, nee. het hard denk ik. Nee. In Beam vond hij mij echt tof. Nadien vond hij mij echt onbruikbaar. Uh, ja, Omdat ik te weinig tegen het systeem inbeukte. Ik ben iemand die ja, zal op een diplomatische manier met mensen omgaat. Hij heeft liever dat je Kate schopt. En ik schopte niet genoeg Kate. Hij ging bijvoorbeeld ja, pie doen in het decor. Omdat hem te laag was om 50 Allee, meter man. op het toilet te gaan. Ja, piste niet in decor. Ja, die piste in decor. En zijn hond ook, want hij had een hond bij, die piste ook in decor. Ja, die piste niet in het decor. Het was niet met het acting of zo, want het ging ook een beetje over een, nee, dat een was film niet. die in nee. de soep draaide. Ja, dat klopt. Ja, ja absoluut. Hè. En alles. heel veel Misschien op waar zet. hij zich inleven hè? nee? Nee, nee. Hij geeft uh, he, he doesn't give a flying fuck. Ja. Nee. Nou, ja. die nog ontmoet? Nee, ik heb hem een keer gebeld uh, om hem af te spreken, maar dat is dan niet gelukt. Uh. Maar ik denk het echt We wou de film ook niet zien of zo. Ik denk zien. Uh, wat je gezien. Ja, die man werd gekweld door van alles en nog wat. Uh, Beslavingen? Ja. Ja. Oh. Oh. ja. Oh. Maar geen drank. Omdat, dat vond hem zelf triestig, omdat uh, iedereen ging er altijd vanuit... Vanwege Barfly. Een van zijn iconische rollen is Barfly. Door ja. uh, die boek van Bukowski. Um, waardoor iedereen altijd dacht van ja, dat is iemand met een immens hij drinkt heel veel. Terwijl hij drinkt geen alcohol. Hij drinkt geen alcohol. Okay. Uh, dus dat zei hem dan van ja, dat vind het echt heel erg. En dan zei ik dat er in het scenario ook stond van ja, je takes een couple of Zanaxes. En dan zei hij zo van: Hoe wisten jullie dat? Want eigenlijk weet niemand met dat ik Xanax pak. Ik pak ja, Het is toeval. Het is gewoon toeval. Zanax ja, pakt doe ik niet. Nee. Uh, ja, er was van alles. Uh, dat van alles mis meer. Zo, en, en, en ik had hem natuurlijk anders kunnen aanpakken, want ik denk dat hij mij te braaf vond als regisseur. Maar uh, wat dan leidde tot situaties uh, waarin hij bijvoorbeeld de allerlaatste scène afkwam met het idee van uh, ik wil de scène spelen met mijn hond. Ja. ja ik zeg ja, dat kan niet, want in geen enkele andere scène zie je de personage <laughs> een hond. We gaan die hond toch nu niet laten meespelen. Hij had zo'n heel erg een al liefdesverhouding met zijn hond. Bojack, Rourke, Chihuahua. Weet um, ja, je een naam nog? Ja, Bojack Rourke. Ja. So, ja. En um, ik zeg: Ja, nee, dat gaan we niet doen. We kunnen dat niet doen met die hond. Maar ja, hoe? Het was ofwel te nemen of te laat. Ofwel speelden we die scène met een hond, ofwel niet. Dus uiteindelijk toch die scène met die hond gespeeld. Was en dan sorry. dacht ik: Dat was de laatste draaidag. En dacht ik uiteindelijk: Van eigenlijk kan die toch niet meer. Eigenlijk moet ik als regisseur gewoon zeggen: Van ja, ik ben een baas. Sorry, stikte mijn hond. Maar ja. dat de zon niet schijnt. Wel. Maar dan toch dacht ik, oké, okay, dan met die hond hebben we ze we zin. De scène is goed weer, hè? die hond. Dat ik best wel oké. Okay. Nee. Maar ik dacht van, ja, eigenlijk moet ik toch als regisseur veranderen. Ik mag dat niet meer uh, doen. Uh, want dat had ik toch anders kunnen oplossen. En dan hoorde ik van zijn volgende film, Lock of the Draw. Daar verscheen mijn eerste dag op de set. Uh, en zei mocht ik tegen de regisseur? Hetzelfde. I want to play the scene with my dog. En de regisseur zei, nee, geen sprake van. Die, die gedroeg zich assertief. En ze speelden de scène niet met een hond. En het gevolg was: Mickey Rourke van de film gestapt. Maar alleen man? Ja. We zitten contract. Hij wil binnen een avond Ja, maar ja, hij is er van gestapt. Ik wil maar zeggen, je kunt wel zeggen, van, we pakken het een assertief aan of dingen. Bedoel, ja, dan dan is, dat misschien het ja. het ja. is dat heel bizar gevolg. Is misschien ook wel bij het succes van Europese acteurs en actrices in Hollywood verklaard? De laatste jaren zie je er steeds meer, omdat die, die normaal ja. doen. Misschien. Ja. Kan zeker zijn. Ik denk als je uh, bijvoorbeeld ik de Cumbermatch speelt in The Power of the Dog. Huh? Uh, dat is in principe zou dat een rol zijn voor een Amerikaan. Ja. Ik denk dat ze vaak zoiets hebben. Ten eerste zijn die technisch beter opgeleid, zijn echt, dat is een betere acteur. En vroeger ja, spraken ze niet allemaal perfect Amerikaans, maar tegenwoordig wel. Uh, vroeger was dat zo niet, maar dan. dan, dan uh... Zie ik nog Matthias met zijn talenkroon. Ja, ben, Matthias is een uh, genie. Dat is, helemaal, dat is echt ongelooflijk. Uh, maar uh, nee, als je dan de keuze hebt tussen Benny de Cumbermatch of een of andere verwende, ja. Hollywoodster, ja, nog het ben ik die Cumberbatch. Oh. Je hebt verteld over uh, Mickey Rourke en zijn uh, verslavingsproblematiek, links of rechts misschien. Uh, jij hebt ook veel slaappillen genomen, heb ik ergens gelezen in LA? Ik ben veel, uh, ja, ik ben zoveel naar Los Angeles gereisd, drie keer per maand of zo. Uh, soms zelfs twee keer op één week, uh, gedurende jaren, toch wel tien, ja. twaalf jaar. En uh, constant van de een ene jetlag naar de andere en dat konden niet, uh, nee. ja, dus moest hm. ik slaappillen verpakken. Maar, nog uh, steeds? Nee. Ja, daar ben ik nooit van afgerokt. Oké, dat is een verslaving. Ja, een verslaving. We zien daar uh, cola staan, dat is ook een verslaving. Dat is ook een verslaving, is vooral... Erik Velooi verslavingsgevoelig? Uh, ik heb een talent voor verslaving, heeft uh, mijn dokter gezegd. Uh, maar ja, ik moet natuurlijk ook, het is, het is niet slim. Ik pak mijn slaappillen met cola, ja. waar ik kan slapen. Oké, okay. dat is niet goed. Hè. Dat is een beetje. Uh, dat is niet goed, hè. Nee, ja, daar werk ja, nou, ik dan kart tegen. een fries cola trouwens? Ja, dat mij me. Dat is heel goed. Ja. Als je wilt, dan laat ik nog fris mm. aanrukken, hè. Dat is geen probleem. Ja, nee, alles, uh, uh, alles wat ik nodig. Maar langs dus, het wel bij. Ah, ja, ik, dus, ik weet niet, kijk even. Uh, ja. Jamal, we zijn twee ja. uurtjes bij, dus we gaan nog, ja. een, nog een drietal uurtjes door. Dan hebben we ineens een record te pakken. Oké, okay, dat is goed. Uh, ja. Nee, ehm. Um, Zie ik nog wat Elvis kennen. Ja. Om laat ja. begint Elvis? Ja, om vijf uur. Maar dat is dus nog wel gelukkig. Dat gelukkig. Je dus, ja. ja. uh, maakt een uh, theatershow van van die verslavingen, Verslaafd. Um, hoe is dat gestart? Jensen Donker kwam bij mij met uh, Fokke van der Meulen van het uh, comedycafé De Joker. En ja. die zei, ja, wij genieten altijd van uw anekdotes in De Slimste Mens, die we dan vaak te kort vinden, of weet Kunnen niet over alles wat je hebt meegemaakt met die filmster een voorstelling uh, maken? Ja. Ik dacht, ja, ik durf dat niet. Ik durf nooit uh, op een podium te staan, of, uh, of ik ben niet grappig genoeg, of weet uh, En zij vonden van wel. En dan dacht ik, oké, okay, we zullen beginnen brainstormen. Dat is dan gebeurd en gelukt. En uh, op een bepaald moment besefte ik van, ja, je kunt een leuke voorstelling van maken. Zeker omdat je heel veel uh, materiaal hebt om dat visueel te illustreren. Je kunt wel, zeggen, je kunt wel zeggen: Ik heb uh, ja, bij Cher gezeten en ik heb gevraagd of ik die mocht kussen en het mocht niet. Maar ja, er is beeld van. Dus dat is wel allemaal heel leuk om te zien. En, uh, dus ja, het is uh, ja, het was een soort memoires in comedyvorm over uh, ja. wat uh, ik heb meegemaakt. En uh, uh, ja, terugblikken. Uh, ik heb het zelf al gezien, ik moet zeggen ja. het is een ongelooflijk aanrader. Je komt heel veel te weten, dat, dat ik nog niet wist, bijvoorbeeld. Ja? Uh, ja, ook over uw uh, verleden als acteur, uh, met, met beeld en, uh, en ja. geluid erbij. Ja. Ik vond het sterk dat dat überhaupt nog terug te vinden was of te creëren. Ja. Ja. Uh, dus absoluut een aanrader. En je gaat nog door een jaar of, of twee jaar? Of? Uh, tussen januari en juli speel ik uh, 60 shows terug. Ja, okay. denk ik. Uh, ja. En het is uh, dat was enorm leuk om te doen. Dat ja, dat merk ik ook. Ik vind het ja. heel plezant. Ja. Ja. Um, de slimste mensen ter wereld schijnt ook alleen maar leuker en leuker te vinden. Dat Heb je een indruk. Ja, bevrijd. Ja, voilà. Je, ik presenteer dat bevrijd. Ik merk mij me echt niks niet meer aan. Nee. We zien wel wat we, we, we beginnen, we zien wel waar we uitkomen. Uh, het is nu de allerslimste mensen ter wereld, want die appels aantoe zijn. De beste van de tweede tien jaar. Uh, ja. komen we nog eens terug. Van, uh. Dus mijn uh, nee, kijk naar uh, uit. Vroeger was dat zo van, oh, blij dat ik er nu even vanaf ben. Mm -hmm. Nu is dat... Het is nog maar gedaan. En een week later zou ik al terug willen gaan presenteren. Ja. Omdat ik me ook niet meer vroeger bereidde ik me ook gigantisch voor. Ik probeerde een compel scenario voorbereid te zijn. Nu laat ik dat meer los en, en improviseer ik meer. En, en de jury ook. En um, ja, was gewoon heel plezant. Dat is lekker, ja. 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 En als je dan leuke mensen ontdekt en uh, uh, ja, dat blijft toch in dat programma? Ik denk dan altijd om Delphine komt. Ja, dat is toch heel verrassend dat je zo iemand. Uh, dat was een ontdekking. TV, ja, was een ontdekking. Ontdekking. Heel bijzondere vrouw. Ja. Interessante vrouw ook wel, vind ik. Heel interessante vrouw, ja. heel slim. Goede speler, enorm geestig. Ja, uh, heel geestig. Uh, ja. Had ik eigenlijk niet direct in haar gezien ja. op voorhand, maar dat ja, ja. is een vooroordeel. En blessures, hè? Ja, ik zie graag als... blessures. Ja, ik weet, dat klinkt raar, hè? Zelfs ze binnen een keer struikelen. Als ja, dat is goed. Dan, uh, ja. uh, als ik het maar niet moet gewoon plakken uh, en ja. zo. Nee, ik heb graag mensen die om zichzelf twijfelen en die. Worstelen met het leven. Waarom? Je ja, zal het zelf misschien ook doen, maar uh, al lijkt het vaak van niet. Maar uh, ja, ik vind dat uh, boeiende mensen. Jan de Kler zei in zaak Alzheimer: uh, gezuiverd om te weten hoe leeg het is in mijn kop ja. op een gegeven moment. Ja. Uh, zit jij een denker? Ja, denk het wel. Ja, heel veel. Ik denk maar, het wel. Ja, ik denk <laughs> het wel. Ja. Daar moet ik nu eens over denken, maar ik uh, denk het wel. Maar niet Jan de Kler, die kan echt uh, over het grote plaatje denken. Dat is een mm. hele slimme man. Ja. Die, uh, uh, nee we een piekeraar wel uh. maar ja uh, yeah. en zijn er dan momenten waarop je dat piekeren in die, die gedachten achterwege kunt laten ik zeg maar iets bijvoorbeeld op onze geliefde gemeenschappelijke grond ja. van Bosel ja ja dat is hetzelfde met slim ik bedoel geprobeerd tot mijn leven is is perfect in orde hè. ja ja dat neemt er van, van uh, nee 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 uh, want uh, maar ik heb uh, ja ik ben niet altijd vrolijk uh. Nee, okay. Ik dat vrolijk en, uh, en het is gewoon fijn om, uh, ja, om, als je een film gaat zien die heel goed is, wat Elvis nu verwacht straks, of je gaat naar uh, een match van de Antwerpen, dat ook niet altijd goed is, maar toch, je, onsnapt, iets, ja, je ontsnapt van de realiteit. En de realiteit is prima, maar het ja, is niet altijd, is niet continu prima en, is niet, uh, en, en je maakt dingen mee en, en uh, ja, is niet, het is fijn om er soms aan te kunnen ontsnappen. Ja. En dat, dat kun je met een serie of met een film of met een voetbalmatch. En, uh, en, uh, ja, en het voordeel van Antwerpen de Antwerpen Antwerp is eigenlijk een film. Hè. Ja, je zou er geen film aan kunnen maken. Ja, dat kan, maar ja, wel... Ja. Luc Wijns heeft ja. het ooit gedaan, in zekere zin, maar ja. dat was een ja. non-fictie. Ja. Uh, op zich, voetbal is het ook een sport. Er zijn ja, zo grote films... Mo moeilijk te insceneren. Nou, goal. Dat was ooit zo'n ja, trilogie. Ja. Ik vond dat eigenlijk niet slecht. Nee, dat is niet slecht. Nee. Ja, Escape to Victory van ik ook leuk, hmm, uh, hmm. Maar, uh, maar het is toch moeilijk te insceneren, denk ik. Toen uh. dus met een Antwerp overstijgt de non-fictie vaak... Uh, Wel, dat en... is het ding. Met een Antwerp gebeurt zoveel dat het uh, dat dat, dat echt een film is. Hè. Was het ook liefde ja. op het eerste gezicht voor u? Uh, ja. 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 schuld van een Beerschot supporter. Met een bompa uh, wilde me meenemen in een Europese match. Want huh? Beerschot speelde toen, was eigenlijk een Beerschot maar die speelde niet Europees toen. Zoals we nu nog altijd niet. Nee. <laughs> nee. Nee, tegen Ajax uh, okay. in de jaren 70. En uh, King zien en... en uh, ja, we verloren onterecht die match. Uh, we hadden Ajax verloren met 1-0, dat was nog het grote Ajax. we mm. verloren 1-0. En we kwamen thuis uh, vrij snel 0-1 achter. Dus we moesten 3-1 winnen. En, uh, Spartak Moskou-scenario. Ja, maar we zijn ook 3-1 gewonnen, want de goal werd afgekeurd. Oeh. Helemaal vlak einde. Twee minuten einde. Alfred Riedel. Pijnlijk. Ja, pijnlijk en waarschijnlijk ook... Uh, ja, onterecht. Maar. Dat was geen var, maar Jaar later tegen Spartak Moskou is het omgekeerde waar. Die penalty Klopt, met opcode, ja. dat was ook wel een beetje raar. Ja, dus... ja, ik heb hem nooit gezien. Nee, uh, niemand heeft hem gezien. Nooit. Nee, nee, nee niemand heeft hem weet, gezien. Ja. Dus uh, dat was ja. waarschijnlijk geen penalty. Nee, of toch vreemd? Weet, ja. Dus op Antwerpen gebeurt er altijd wat. En dat is ook het, het leuke, weet, het ja. attractief, het magische. Ja, ja, en dat zal zeker ook een ja, van de aantrekkingspunten zijn voor, voor Paul Gijssen, die, hen ook, uh, ja, die ook graag heeft dat er wat gebeurt in zijn leven. Dat is duidelijk. Uh, en dat, ja, los van het feit dat het natuurlijk een, 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 programma, een, een, een ploeg is met een enorm ja, potentieel. Als die ooit voor de titel echt meestrijden, dan... Uh... twijfelde je eraan? Uh, nee. nee. Koop, maar het heeft de... wel tijd nodig. Uh, ik en ik hoop dat veren... Paul Gijssen ons die tijd gunt... Dat gaat gebeuren. Ja. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik heb gewoon... Ja, ben, soms, soms ben ik bang, maar ik, ik denk dat niet. Maar ik ben bang dat het altijd met beu wordt of zo. Maar ik denk niet maar... dat we zoveel tijd niet meer hebben ik denk Dat is mijn mening. Hè, maar er gaat volgens mij het seizoen al heel veel attractiefs gebeuren. Ja. En uh, denk ik denk wel dat we een, een ploeg goed ja. hebben. mist je veel wedstrijden? Uh, nee, niet zoveel. En ja. Ook op verplaatsing Europees? Zeg maar iets. Uh, vroeger ging ik mee. Uh, ja, vroeger vaak mee. Een ja. typische vraag. Ja. Wembley waren we erbij? Nee, daar was ik niet bij omdat ik met uh, het Vondom vast zat. Normaal ik had kaarten en we waren twee, twee dagen over tijd gegaan in bepaalde zijden vanwege Shit. regen. En dan moest ik, uh, maar dan heb ik mijn assistent-regisseur wel vrij afgegeven. dag om te kunnen gaan kijken. Nobele daad. Ja, vind ah. ik wel. Ja. Right, uh, Erik. Komt Toby? Dat zei je? Komt Toby. Ik mag je daar niks over nee, zeggen? Zeker. Ik moet daar niks over zeggen. Uh, oh, ja. ik, ik, ik zal het maar, zo zeggen. Ik denk wel dat er, um, ik ga er geen naam op kleven, maar dat er voldoende geweld aankomt om een uh, prachtig seizoen van te maken. Nu het Toby wel op een zeer. Uh, zo, nee, nee, maar. Nu, nu doe het klinken alsof als Toby niet komt. Ja. Uh, misschien is dat ook tactieken. Ik denk dat het hem komt. Ja. Uh, het, hij is zeer welkom. Uh, vind ja. ik, hè, als supporter. En ja, hij wil ik ook als komen. Ja. Ik denk het ook. Ja. Uh, maar alles moet kloppen. Alles moet kloppen. Uh, je bedoelt dan de afrekening op, met de, nee, nee, op met op de alle ploeg? Nee, op, op alle vlakken. Als, 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 als voetbalspel. Maar dat, is ook, dat was met Raja vorig jaar hetzelfde. Hè. Alles moet kloppen. Dus ja. uh, dat wil niet zeggen dat het hem wel of niet komt. maar... Um, ik denk dat de familie Gijs het allerbeste voor heeft met onze club, en daar ben ik wel zeker van. Ja, ik ook. Ja, en, absoluut, um, ja. Ze gaan ons momenten schenken waar we volgens mij tegen onze kleinkinderen nog over gaan. Ja, maar nu al, die, die momenten hebben we nu al gehad. Hè. Dat, uh... Uh, we hebben al wat meegemaakt, ja. Ik wil nog zeggen: een Boccani hebben ze in speel, op de Bozzel toch tegen en het ja, Zeker, die heeft ons ja, dus ook nee. veel geschonken. Ja. Impulsen bijvoorbeeld. Ja, ja. maar ook ja. alle manieren. We die voetbal en dat is echt... Ja, ja. Dan, dan zie je het toch... Zeker. En, ja. en dat hebben we nu niet. Ik heb niet zo'n... Ja, zo Wat verwachten we van Jansen? Ja, ik ken hem niet goed genoeg. Okay. Ja. Nee. Nationaal ploeg Nederland, dat is al wel een indicatie ja. dat je geen producer zal zijn, zeker ja. in dit ja. Nederland. Ja. En ja. Nee, ik verwacht er Je voelt ook gewoon dat ze goed bezig zijn. Uh, maar, uh, ja... Ja, En hopen dat uh, de gekwetste spelers zich uh, stellen. Ik vind Björn Engels een hele goede speler. Ik ook, ik ja. ook, een uh, hele goede verdediger als een fit is. Ja. is sowieso top 3 gaan. Ja, hij heeft een paar matchen echt fit geweest en dan vond ik hem echt heel goed. Ja, Brugge ook. Ja, maar ook dan goed. ja, Brugge ook heel goed. Maar, maar ik hoop alleen, dat, ja, het seizoen is begonnen en het traint niet mee. Uh, nee, maar dat gaat ook niet te lang niet meer duren, laat ik mij vertellen. Nee, maar ja, maar het is wel... uh, en, en het gaat, we gaan ook defensief uh, volgens mij nog wel uh, iets Dingen doen. Zo. Ja. Dus uh, dat wordt uh, iets Jij om naar uit te, te kijken. Ja. Ja, 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 ja. Maar ik wil ja, ja. u toch uh, uh, van ganse harte bedanken om hier vandaag de gast te zijn geweest. Ik vond het uh, ja. ongelooflijk boeiend. Ik hoop onze kijkers en luisteraars ook. Maar ik twijfel er eigenlijk niet aan. Uh, en we willen nogmaals onderstrepen: het is natuurlijk dat we hier uh, samen zitten voor een goed doel. Hè. Dus Stisa. de vz ja. Stisa. Ja. Dat, Stisa. Stisa. Um, Stijn uh, de Bruiker en uh, Isabel de Bruiker. Ongelooflijke mensen. Met het hart op de juiste plaats. Die dat uh, zieke kinderen. Hun dag toch wel uh, iets aangenamer maken dan uh, anders het geval zou zijn geweest met prachtig nieuw speelgoed. Dus uw bijdrage is zeer welkom. U ziet onderaan het scherm een rekeningnummer verschijnen en ook op Spotify en de podcast app zie je het rekeningnummer staan. Alle bijdragen die het hele jaar gestort worden, dus we sluiten eind december af van de verschillende gasten die het hier de revue hebben gepasseerd, gaan we netjes verdelen onder elk goed doel. Zodat elk goed doel eenzelfde uh, aandeel krijgt in uh, de bijdrage die geleverd werden. En op die manier maken wij het verschil voor heel veel mensen. Ik dank jullie uh, voor jullie uh, komst, wou ik zeggen, maar het is eigenlijk voor het kijken en het luisteren. En uh, stay tuned, want binnen twee weken zit mijn broer op deze stoel met opnieuw een heel interessante gast. Ditmaal een heel interessante vrouw. U zal zien en ontdekken wie het zal zijn. Ah, niet tot, Toby, andere wereld. Uh, We zullen zien of hij nog een geslachtsoperatie overweegt. Ja, ja, okay. ja. Goed, bedankt Erik, ja. bedankt kijkers en luisteraars. En tot de volgende. Ciao, merci.